Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en garage Eddie van Wontergem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast over Gent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibault en ik zit er opnieuw in Gent met Jentel, Cedric en een heel special guest, Bernard. Yes. Bernard van de Mol, gelijk dat iedereen noemt, alsof dat uw achternaam is. Dat is mijn voorlopige achternaam, ja. We hebben heel wat vragen voor u, maar ik zal misschien beginnen met de Mol vragen en dan Buffalo vragen. Ik zei het u, ik heb aflevering 1 gekeken, omdat dat een halve verplichting was van mijn vriendin. Ik heb niks tegen het programma, maar ik vind dat gewoon elk jaar opnieuw hetzelfde. En ik vind dat gewoon niet leuk om elk jaar opnieuw hetzelfde te zien. En de finale gezien? Ik heb meegekeken met mijn vriendin, zo. Het stond op en ik was ondertussen op mijn gsm bezig. Dat is wel episch, hè? En dan hoorde ik plots, gefeliciteerd Bernard. Ik heb echt niks gezien, dus ik heb eigenlijk geen flow die we gezien. Dat is ook nog een keer plezant. Dat neemt dat anders is dan de laatste dagen voor u. Ja, om duur komt ergens binnen en dan is het al bijna normaal als je herkend wordt. Ja. Zoals op straat daarnet, die werkman. Ja. Heel random. Maar het is leuk, het leeft bij heel veel mensen. Ja, nu niet aan deze tafel, maar normaal gezien leeft het al bij heel veel mensen. Ja, sowieso. Ik ga een beetje bij voetbal houden, dus ik denk dat er één moment duidelijk was in de Mol bij Lukaku daar. Vertel dat heb ik wel gezien. Dat heb ik echt gezien. Want dat was zo van, is het waar of niet? Ik dacht zo, nee, dat kan niet. Lukaku gaat daar geen tijd voor vrijmaken. Ik dacht dat ook. Kan niet. Ja. Wow, net daar moet ik kijken. Hè. Dat vond ik wel. Dat dacht ik van, die mindfucks en die... Ja, dat was de gekste 24 uur van mijn leven. Ja, hoe ging dat zo? Allee. Wel, we hadden dus net een proef gedaan in het poppentheater. En Gilles rond af en hij zegt, ja, ga maar naar buiten. De auto wacht, of de vier auto's wachten. Dus dan weet je al direct, er staat iets te gebeuren. En dan gaan de camera's eventjes neer. En je merkte direct heel veel gezonde stress of zo bij de productie. Je voelt echt, er staat iets speciaals te gebeuren. Dus we stappen elke een BMW in. En daar ligt een kaartje. En op dat kaartje staat, je gaat de komende 24 uur op bezoek bij Romelu Lukaku en samen voetballen met hem. Wow. Maar dan moet dat kaartje nog omdraaien, want het kan ook een leugen zijn. En dan moet de andere dat wijsmaken dat je dat gedaan hebt. Yeah. Maar ik draai het kaartje om en sta op waarheid. Maar dan nog geloofde ik het niet. Tuurlijk. En dan is het eigenlijk in een versnelling gegaan. Hè. We zijn direct naar het station gegaan, slaaptrein genomen. Ja, en op de boot? Ja. Een slaaptrein? Ja, iets heel maf. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ik wist niet dat kon. Maar natuurlijk heel goed voor mijn verhaal. Hè, want ik mocht dat zeggen, want ik mocht alleen waarheden vertellen. Ik mocht geen leugens bijverzinnen. Dus ja, dat was al iets heel chaots en heel verwarrend. Van oké, die trein rijdt daar op die boot. Een heel korte nacht gehad, want de persoon van de productie die bij mij mee was, was nogal een snurker. Maar puur op adrenaline toegekomen in Rome, koffietje gedronken, ontbeten, wat bezienswaardigheden gedaan. En dan op een bepaald moment, we gaan naar het trainingscomplex. En wat wel heel leuk is, om te weten, is dat het was net de match geweest tegen Inter Milaan. In de heenronde. En dat was geen succes geweest voor hem. Hij was de hele tijd uitgefloten geweest. En hij had geen goede match gespeeld ook. Dus ze hebben met 10 keer op het hart gedrukt van ben niet over die match. Zowel vanuit AS Roma, de persverantwoordelijke, als. Maar ik wist dat ook wel. Ik was daar niet als journalist om aan mijn tante vragen te stellen. Dus hij kwam binnen en hij voelde ook wel een beetje in de aflevering dat dat vrij kort en grumpy is. En ik dacht van ik moet hier iets zoeken. Hè. Voetbal is raakvlak. Ik zeg van ik weet dat hij overeen kwam met Boussoufa. Ik zeg van Lukaku, Romelu, alles goed. Ik vroeg me af, ben zelf support van Gent. Heb je nog een band met een Bark Boussoufa? Ja, een Bark. Ja, we zijn van de zomer nog staan op reis gegaan. Het was al direct, goed, ik heb hem mee. En eigenlijk sindsdien is dat gesprek steeds verder verlopen en is hij steeds verder ontdooid en was hij echt op zijn gemak. Ik heb denk ik bijna een uur bij hem mogen babbelen. Dat is wel veel sportjournalisten. Dat leek zo kort op tv. Ik dacht echt, ze zit daar maar 5 minuten bij geweest of zo. Nee, ik denk nog een half uurtje kregen. Ja. En hij heeft 3 keer tegen zijn perschef gezegd, wat is goed. Geef me maar nog even. Dus hij was echt op zijn gemak. Nice. Bewijs is dat hij uiteindelijk over zijn kinderen begint te spreken, die normaal heel hard beschermt. Beschermd, inderdaad. Dus
ja, een zotte ervaring. We hebben dan ook een beetje, het was wel jammer dat ik niet op het plein of zo echt even mocht spelen. Dat dacht ik dus ook eerst, ja, op het trainingsveld of zo. Ja, dat zou heel cool geweest zijn. Want dat was echt jong leren, net mijn talent en kwaliteit. Ik was al blij dat ik hem 3 keer omhoog kreeg, die bal. En, maar je speelt ook in een club, hè? Ja, bij Standaard Meiden. Ja, de mooie. En welke positie daar zo? Rechtsachter of rechtsvoor. Ja, oké. Okay. Beetje afhankelijk van of dat een betere rechtsachter er is dan een betere rechtsvoor. Ja. Zou het goed passen zijn in 4-3-3 van Franken? Ja, 4-3 is wel mijn beste positie, denk ik. Franken? Alhoewel een wingback. Ja. Een nieuwe transfer voor deze zomer. Dat is al direct een ster speler, hij gaat er niet meer kunnen omgaan. Het is Franken. Ja. Maar hij maakt, ja, hij maakt spelers beter, hè, dus ik heb nog heel veel... potentieel. Ja. Het moet er nog allemaal uitkomen, denk ik. Dus dat. Wart in het begin waarschijnlijk ook wel starstruck met Lukaku. Ja, ik heb dat niet raps, nogthans. Ja, okay. Ik vind dat niet zo idoliseren van personen of zo, ik begrijp dat niet altijd. Maar het is gewoon een superimposant figuur. Ja, hij komt binnen, hij vult de ruimte, letterlijk en figuurlijk. Man staat zo scherp. Dus echt, je geeft die hand en je voelt gewoon de kracht. Je voelt je hand zo half breken. Ja. Maar het is ook wel zo, ook wel zo wat teddybeer gehad. Het was echt oprecht een heel zachte, lieve man. Ook al veel meegemaakt ook, hè. In heel zijn carrière ook. Hè. Ja, dus, absoluut. Ja, ja. Hij is wel, heeft ongelooflijk veel meegemaakt. Hè. En nu ook weer Hans dat gedoe met de overgang. Ja. Maar hij scant hem heel sterk af, hè, op zijn sociale media en zo ook. Ik had hem nog een berichtje gestuurd om hem te bedanken. Maar, heb je zin in? Nee, via de socials. Ja, dus dat zou ik wel zot vinden. Ja, bij hem, ik denk echt dat... het is des te beter en des te mooier dat ze... Het is niet zo'n aanwezig publiek figuur. Ik heb zo voetballers gelijk. Nee. Noah Lang bijvoorbeeld. ik denk altijd aan hem. En dat is wel iemand die zo media geil is eigenlijk, terwijl Lukaku is echt zo down to earth. En ze hadden ook veel makkelijker kunnen kiezen voor iemand in de Rode Duivel die effectief naar de mol keek, hè, want... Romelu begon er zelf over. Jan Vertonghen en Moussa Dembele en Dries Mertens en zo. Die kijken er wel naar. En hij kijkt er niet naar, Lukaku. Nee, het interesseert hem niet. Hij zegt van, ja, Moussa heeft daar een keer verbabbeld. Maar, hij zei gewoon, ik ken het concept wel, zei hij op camera. Ja, ook grappig. Ik heb hem dus nog een beetje extra uitgelegd. En dan zei hij, ja, maar ja, moet ik dus gewoon kijken hoe dat aan het liegen is. Ik zeg, ja, goeie tip. Mega obvious. Makkelijk. Ja. En hoe voelde dat om nu echt, want ik vraag me altijd af, gewoon eigenlijk bij alle programma's, hoe voelt dat om uitgekozen te worden om misschien het grootste Belgische programma? Ja, zal zot, hè? Ja, dat doet iets mee. Zoveel mensen dat niet doen. Dat is het mooiste compliment eigenlijk dat je kunt krijgen. Want dat is echt, daarmee zeggen ze echt van, ja, je bent een wijze persoon. We zouden u graag meenemen op reis. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Van, ja, we zijn goed gelijk dat je bent. En dat is wel zoiets wat ik altijd in heel mijn leven en meerdere personen wel bezig zit in het ontwikkelen van je identiteit. Van, ja, ben ik genoeg? En is het oké om mezelf te zijn? Je past je altijd wel aan anderen. En dat was eigenlijk voor mij zo van, wauw, ja, die kiezen mij puur op. Dan ze mij leren kennen in die gesprekken. Ja, want ze screenen nu echt mega hard, hè? Ja. Ik heb daar ook een keer aan meegedaan. Alleen die vragenlijst al, dat duurde al een uur en half of zo om in te vullen. Ja, klopt. En dan worden nog zoveel keer geroepen, denk ik, voordat je echt geselecteerd wordt. Ja, inderdaad. Maar ja, die gesprekken gingen super vlot. Ik babbel ook wel graag. Dus ja, een paar anekdotes kunnen vertellen als ze wel mee konden lachen. En dan, ja. Dat is wel cool. Ik weet nog dat ik aflevering 1 meekeek met mijn vriendin. En ik hoorde zo dat hij zei, ik ben Buffalo. Ik zei, dat is de mol. Ik zei, dat is de mol. Dat is gedaan, maar dat waren de winnaar van de mol. Ik dacht ook, er is volgens mij nog nooit een mol-Gentenaar geweest. En ik dacht, ja, dat moet een keer gebeuren. Ik had hem heel graag geweest. Ja. Ja. Ik had ook gevraagd om hem te zijn. Ik had ja geantwoord op, wil je de mol zijn? En ik denk dat het niet zoveel gescheeld heeft. En zou je een goede mol zijn, denk je? Ja, denk ik wel. Ja, maar niet van het type dat Senne is geweest. Ja. Ik denk dat Senne echt wel de juiste mol was voor deze reeks. Want er waren verdubbelaars, waardoor er eigenlijk een pak meer geld te verdienen was dan anders. En hij was heel onbevreesd om elke keer opnieuw daar te gaan saboteren. En misschien had ik daar iets voorzichtiger in geweest. Ja. Dat ik wel gezien op TikTok, dat jij wel het meeste geld van alle deelnemers had binnengezameld. Ja, zeker in de finale. Ja, Michael, deze kerel, maar niet meer mislukken dan lukken. Dus, ja, hij zei het ook een beetje van mij komen. Hij zei een echte money maker. Ja, sarcastisch. Ja, inderdaad. Maar ja, ik verdacht u eigenlijk ook echt wel. Allee, van in het begin. Ook soms wel rare dingen dat ik dacht van. Allee. Ja, kijk, ik heb
in mijn competitiviteit heb ik eigenlijk heel veel kandidaatse dingen gedaan. Heel veel dingen die onmols zijn, bijvoorbeeld die twee verdubbelaars opduiken en ja. zo. Maar het ding in de mol is, en dat maakt het zo'n prachtig programma, elk ding dat je als kandidaat kunt doen, of die kandidaat lijkt, kan ook weer reversed zijn en ja. dan even zijn om vertrouwen op te wekken of zo. Dus kunnen inderdaad alles omgekeerd ook denken ja, en ja, blijven ja, absoluut. Switchen. En zijn we nooit zeker. Ik weet nog dat ik in de finale zat, heel overtuigd, want ik zat echt wel even op scène. En dat opeens zo mij iets overviel. Michael Deerwe is iets raar. En opeens overviel mij dat van... Oh jij, maar stel je een keer voor. Stel je een keer voor dat ik hier gewoon verkeerd ben. Het is al gebeurd, denk ik. Het is hè, al ja. gebeurd, ja. Het is zo van Lennart. Stel je voor dat ik die loser ben. Die, maar is dat dus echt al lang op de juiste persoon, eigenlijk? Ja, ja, ja. Maar ik heb mij wel vrij goed voorbereid. Ik wist wel hoe dat ik het ging aanpakken. Ik heb ook ervoor gekozen om niet van in het begin één iemand te willen zoeken en vinden, maar eerder in het begin uitsluiten en kijken ja, wie heeft er echt geen molprofiel, wie doet er dingen die heel onverdacht zijn. Ja. Waardoor dat voor een Gillian al vrij snel kon uitsluiten. En dan eens dat je wat aflevering doorgaat, dan echt beginnen vernauwen en wat meer risico beginnen nemen. En hoe zijn je dan op scène terecht te komen? Wat heeft er dat bepaald? Ja, het zijn veel puzzelstukjes. Hè. Ja, tijdens de opdrachten kon je al zien, denk ik, in de tweede opdracht, wat ik hem al bij mij. Maar waarom dan? Of bij de puzzel, in de tweede aflevering met de puzzel. Ja, omdat hij daar, ja, bijvoorbeeld iets heel simpel, tijdens de olijvenproef, dus je kon kiezen tussen dansen en olijven. Ja. Ik gaf daar zelf aan van, ja, ik wil liever niet dansen, ik wil bij de olijven zitten. En Gillian deed dat ook, en hij deed dat ook. En een mol die wil graag zelf wel kiezen waar dat hij zich positioneert. Of is soms bij een mol is, voor de mol is het soms heel belangrijk waar dat hij zich positioneert. Ja, die weet waar dat meest controle zit over de proef. Voilà. Ja. Dus dat is al gewoon, maar dat is zo'n klein dingetje. Hè. En zo moet je er heel veel verzamelen om dan uiteindelijk je mol te vinden. Maar dat was al zo'n eerste dingetje van, oh, die wil daar zitten. Even in de gaten houden. Ja. Dat hij straks reageert hoe dat hij hem gedragen heeft in de proef. En dat zijn zo'n aantal dingen die mij geleid hebben tot... de mol. Ja, ik denk dat er ook wel vriendschappen voor het leven maakt. Hè? Ja, sowieso. Het was echt een pure euforie. We hebben afgelopen vrijdag, dus voor de finale, hebben we die al bekeken met de medekandidaten. Dus dat was de reunie. Ja. Die komt nu volgende zondag op tv. Ja, ja. Waarbij we al iedereen terugzagen. En dat was echt zo'n zalig moment. Ja. Moet je je voorstellen, je hebt de zotste reis van je leven meegemaakt. Met allemaal mensen waarmee je super overeenkomt. En dan is die reis gedaan en mocht hij niet meer zien. Hij mocht daar geen herinneringen meer mee op boven halen. De reis heeft 3 weken geduurd. En dan hebben wij 5 maanden, 6 maanden elkaar niet gezien. Ja, want dat is in september of zo opgenomen, of in oktober? Oktober, november, ja. Oké, okay, voilà. Mooi. In maart, ja. Inderdaad, dan mogen we daar helemaal niet over praten. Dat is echt... Ja, ja. Ja, dat is heel onnatuurlijk, hè. Ja. Ik bedoel, als jullie een goede reis hebben meegemaakt, milde trietjes en dan wil je een paar weken daarna op café gaan, dan zoiets, ja, weet nog op reis en dat en dat. Zo of bij andere mensen, ja, ik heb dat gedaan en ik wist gewoon zwijgen. Ja. Maar uw vrouw wist het dan wel, of? Mijn vrouw wist het, maar dat ben ik dan ook weer, de spelfactor, ik heb haar niet gezegd dat ik gewonnen was. Ja, dus zij is al zondag in de Kinepolis te weten gekomen op het grote scherm. Ah, dat is wel nice. Ja. Dat was, ik had ook iets gehoord op TikTok gisteren, of op een van zo die swipe-kanaal dingen. Uh-huh. En dat was op M&M. Dat vond ik wel echt grappig, want je zei ook leerkracht. En dat er een kindje zei van ja... ik vond al, ik had al, het was al mijn vermoeden, want hij had net een nieuwe iPhone. Ja, die gasten zijn echt niet normaal, die zijn volledig in ja, de wel, game. En dan vroeg ik mij af, is dat niet soms echt, let jij zodanig hard op je woorden dat hij toch niks zegt? Want ik zou daar zot van worden, denk ik. Ja, dat lukt me vrij goed. En ik heb ook altijd gedacht van, weet je, als ik met hem spreek, dan spreek ik mij daarna gewoon nog een keer. En dan spreek ik mij zodanig veel, dat ook iemand duidelijk is van, wat is er nu van waar? Dus ik had... Een tijdje dat ik wel door dat lukte. En dat ze soms bepaalde conclusies trokken uit dingen die ik zei. Ja. En dacht, ja, kan ik wel een beetje mee spelen. Ja. Wij dachten dat ook al toen we u aan het contacteren waren van, hij heeft een perschef en al, is dat dan de mol? Of... Ja. Wat ik ook over, jij heeft les aan hoeveelste leerjaar? Vijfde leerjaar. In Heusden de Parel. In Heusden. Zijn allemaal Buffalo supporters? Ja, nou, dat is bij mij gezeten hebben we wel. Ja. Shout-out naar vijfde jaar Heusden de Parel. Goed, okay. Dat is wijs vinden. Ja, laat ons zeggen dat Brugge supporters het moeilijk hebben in het vijfde jaar de Parel. Allemaal blijven zitten. Begrijpelijk. Tot als een dikke manier, maar ik heb zo bijvoorbeeld een rat
Van Fortuyn aan mijn muur hangen, in blauw-wit geschilderd, met een Buffalo vlagje aan. Ik heb ook een beetje het symbool van vak 228, met het eentje, op de blauwe achtergrond, een sticker ook op het bord te zetten. Wel Gent represent in mijn klas. Hebben wij nog stickers? Want we hebben ook stickers van de podcast. Ik heb nog een paar kleintjes. Ik zal een paar meegeven. Dan moet ik eigenlijk wat vertellen nu aan de luisteraars, kijkers. De nieuwe stickers zijn onderweg. We hebben zes nieuwe designs. We zullen er dan ook sowieso bezorgen. We hebben er echt, zitten er ook wel een paar coole bij. Ik heb mijn best gedaan. Want het is de leeftijd die ontzettend belangrijk is om supporters te recruteren. Dus maar ik weet nog, toen we net begonnen waren met de podcast, moest ik voor mijn opleiding een interview gaan doen met middelbare studenten. Dus wij waren hier naar de Sint-Pieters Instituut geweest en aan de poort gaan staan en gewoon mensen binnen wegplukken. En je merkte al zo de jonge kindjes, ze zagen een camera, zo eerst middelbaar. En dan dacht ik, dat is een beetje moeilijk, maar ik krijg altijd jongens. Dus ik zo... Je kan gewoon mensen aanspreken en zeggen, ze zijn een Gent supporter. En gewoon over de voetbal beginnen. En dat is zo'n makkelijke leidraad om jonge gasten aan te spreken. Ik ben een Brugge supporter. En dan zo echt zo expres luid van, we zitten hier met een Brugge supporter. En dan komt er in direct, maar ik ben een Gent supporter. En dan zo, en dan kom, doe een interview. En weet je, ik heb dat nooit voor. En dan haal ik zo'n hele stapel stickers van BUV boven. En ben ik die stickers aan iedereen uit te delen. En zo, moet dat scannen. Hè. Oh, hij gaat op de podcast komen. Ja, dat gaat op de podcast komen. Maar zo'n kinderen zijn geweldig. Maar zit dus nu op vaderschapsverlof. Proficiat trouwens. Ja, proficiat. Merci. En ze zijn bijna terug aan het werk, denk ik. Hè? Ja, ik had eigenlijk... Mijn vaderschapsverlof was voor het grootste deel al opgebruikt, na de geboorte. Maar ik wist natuurlijk wat er kwam. Dus ik had nog een klein stukje overhouden voor na de finale. Ja, ik wist dat het wel vrij intensief ging zijn. Ja. Maar nu donderdag is het terug voor echt. Daar waarschijnlijk als een held onthaald over. Ja, sowieso. Hè. Ik zei het, ze hebben op groot scherm gekeken in de turnzaal allemaal zondagavond. Ah, het zijn al beelden geweest op Karrewiet. En Karrewiet is langs geweest, dus het kinderjournaal. Cool. Dus die gast, het is leuk dat die ook mee in die golf van enthousiasme en media zitten. Maar dat zal wel een beetje heldenstatus zijn. Hè, Gaat niks meer kunnen verkeerd doen in de klas. Nee. Maar pas op, de afgelopen weken, ben dus al een paar dagen terug aan het werk geweest. Ja. En als ik dan een wiskunde rekenoefening aan het maken was, en ik was zelf even verkeerd of zo, of ik moest iets wegwissen. Zo in de klas, is weer aan het mollen zijn. Ja, je hebt aan je been hangen. Ja. Kijk, ik heb een perfecte vraag om over te gaan naar de Gent-vragen. Ja. Het is als iemand van jullie nog mol vragen. Zeg maar. Ik vroeg me af, ik dacht daar gisteraan tijdens het slapen, ik denk altijd aan de meest random dingen. Ik dacht, stel, Gent, de selectie, doet de mol na. Welke speler is volgens u de beste mol? Dat is echt een goede vraag. Ja. Ik heb ook één iemand in mijn hoofd. Ik denk dat Jordan dat wel goed kan. Nee, die is te obvious. Ik zeg Roef. Niemand verwacht van Roef omdat hij zo braaf is. Wel, ik dacht eerst dat ik mij wou zeggen dat het seizoen voetballend gesaboteerd heeft. Of zo. Als je daar iemand kan opplakken. Maar ik speel ook de mol in de klas. Dus volgende week beginnen we eraan in de klas met de leerlingen, speel je dan ook een mol. Okay. En dan pakt de best niet de echte karaktertjes of zo, de meest uitgesproken. Uh-huh. Zo, meestal zo iemand die wel assertief genoeg is, maar een beetje op de oppervlakte blijft. Ja. Achter de scherm, die zo onder de oppervlakte blijft. Ja, maar, zoals dat Senne dat ook wel was. Dus wie zou dat kunnen zijn? Ja, denk ik aan de Saar ook, of Kums. Ja. Ik denk Kums is te veel leadership. Ja, Kums, en de Saar ben ook te lijken op Kums. Dus. Maar hij kan zich wel op de achtergrond stellen, denk ik. En ook misschien met Kums zijnde... Als hij dan zoiets zou doen, zou het niet erg zijn, want hij is de leider. Dus dan is het eigenlijk niet erg van als Kums zoiets zou doen, zou het zoiets zijn. Maar ik ben het gewoon. Een bepaalde aaibaarheidsfactor of zo, of dat zo goed met dingen wegkomt. Ik denk dat Kandelman een goede mol zou zijn. Oeh. Nee? Oeh. Een goede shout. Ja. Dat is ook wel zo wat, die kan wel zeggen waarop dat staat, denk ik. Ja, maar toch zo vaak wel onopvallend tot op het moment dat hij kan scoren. Ja, kan hij misschien wel. Altijd dat is ook zo, als hij scoort, is dat zo van... Waar is Gandelman? Oh, wow, hij staat daar en hij komt dan binnen. Die verdwijnt altijd van punt 1 en die stapelt zo op punt 2 en scoort. Kan de line, hè, zeggen wij soms. Wat is er daar gebeurd? En dan zei iedereen Wandelman. Ah, voor mij is dat niet Wandelman, want ik zie hem nooit wandelen. Ik zie hem plots verschijnen. Ik vind die kerel echt... ik vond in het begin dat hij zag dat scorend vermogen en zo zijn aanwezigheid in de box. Mm-hmm. Dat is echt zo'n speler toch waarvan je denkt die zo... bij quasi elke eerste klasser zijn plaats hebben. En zeker, dat zou zo een zijn, moesten we hem weggedaan hebben of zo, of hij zou die doorgebroken hebben, die zou nog 10 keer tegen ons gescoord hebben. Ook. Ja, waarschijnlijk. Want de man zijn bij Mechelen of Sint-Truiden. Of... Ja, want we hebben een Discord-server met BUB, met alle luisteraars. En daarin zijn er twee kampen.
Kandelman fanclub en Kandelman haatclub. Ja. Ik moet zeggen dat er echt veel mensen, en dat ze hem niet goed vinden, dat ik denk van, wat ik vind dat Kandelman heeft alle kwaliteiten om echt een zo'n complete middenvelder te worden, maar wel op de zes. Maar nu kunnen we toch niet meer ontkennen dat hij... Ja, nu is het ja, zijn toch veel mensen van de haatclub naar de fanclub gegaan? Ik bedoel gelijk Maurice, ik spreek naar jou. Maurice, Maurice zegt, moesten we een bod krijgen van 8 miljoen of meer, mogen we Kandelman wegdoen. Deze zomer. Maar 8 miljoen. Ik vind dat nog net te weinig. Ik zou zeggen 15 miljoen minimum. Ja? Zo is wel echt veel. Maar ik denk als je nog hebt... 8 miljoen is wel echt weinig. Want we hebben hem aankocht voor 2 miljoen. Ik weet niet meer. Ik weet niet meer van buiten. Maar ik denk dat hij wel potentieel heeft om 4 had op te brengen. Ik denk het ook. Ja? Ik denk volgend jaar, als hij nog meer speelminuten krijgt, dat hij zijn prijs nog kan opdrijven naar 10 miljoen of zo. Als Franco onze nieuwe coach zal worden en we spelen 4-3-3, hebben we wel echt een echte 6 nodig. En volgens mij kan hij daar echt wel belangrijk zijn. Dat geeft ook wel vertrouwen, vind ik. De persoon van Wouter Franke, die maakt speels naar mijn gevoel ook wel echt beter. Zo'n Fernandes Pardo en zo wil ik ook wel een keer zien onder Franke. Waar zou hij dan spelen? Op de flank, vooraan? Waarschijnlijk afwisseling op de rechtswing, want op de linkswing hebben we Sonko en Surdé waarschijnlijk dan. Ja, inderdaad. We hebben nog Jokota rechtsvoor. Ja. Maar kijk, Buffalo vragen voor. Ja. Heb jij ze of moet ik ze pakken? Ja, pak ze maar. Ik denk dat we hebben eigenlijk altijd zo de standaard paar vragen dat we stellen aan special guests. En het zijn eigenlijk wel leuke vragen. Eerst en vooral, we weten, je zei van de regio Gent, maar hoe zei jij, hoe is Bernard, niet de mol geworden, maar hoe is die Buffalo-sporter geworden? Yes, ja. De befaamde jeugdabonnementen van €25. Ah, oké. Okay. Herinner je die nog? In de not. Ja, in de not. 14 jaar, dus dat is 20 jaar geleden. Dus dat was rond, Dan was ik 2 jaar. Ah, ja, voilà. Dus 2003, 2004, dat moet die periode geweest zijn. Kaklamanos en Olufade, en dat waren mijn helden toen. En dat was in de Ot. En Gent had het begrepen van wij moeten hier via de jeugd nieuwe abonnementen trekken. En dan hebben ze eigenlijk de hele zijtribune, of een groot deel van de zijtribune, hebben ze uitbesteed om jeugd te werven of jeugdsupporters aan te trekken. En ze deden dat door €25 voor een abonnement te vragen. Dat is wel een onbestaanbaar. Maar voor iedereen, niet voor jonge gasten. Nee, het seizoen, zot hè. Dat is echt ongelooflijk. Ik geloof het bijna niet. Ja, ik heb gedaan met een andere gast. Ik hoop dat ik geen leugens vertel, maar zo zit het echt in mijn hoofd. Dus ik hoop dat iemand het kan bevestigen. Anders gaan we wel weer een boze commentaar. Ja. Dus bij deze, sorry, als het maar molstreek of wat dan ook. Maar ik denk, ik zit met €25 in mijn hoofd. Echt waar. En ik heb dat dan met een andere jongen gedaan. Die is na 1 seizoen gestopt. Dus ja, jammer, niet gelukt. Succes, super. Ik ben 20 jaar blijven hangen. En ik ben 20 jaar later, 20 abonnementen later, ben ik er nog altijd. Dus dat is strategisch een supergoeie zet om dat te doen. Sowieso. Want daar beginnen. Dus ze moeten daar. Allez, nu is dat nog, heeft dat nog grotere proporties aangenomen. Hebben we nog altijd die tribune en maar daar is het begonnen voor mij. En zeg je dan echt gewoon met die maat alleen geweest? Of zei je dan met je papa geweest of met zo? Ja, die ging dan wel mee. Hè. Wij hadden een moment. Maar ik denk dat er één van de twee vaders wel ook een moment had genomen. Het is niet dat je echt zo met je vader zo de stadionfiguur was. Want dat is meestal het Buffalo-verhaal van vader op zoon. Nee. Eerder was het zoon met vader. Ja, het was twee jonge pubers die naar de voetbal begonnen te gaan. Ja. En dan, ik denk dat we daar 2 of 3 jaar gezeten hebben. Of ik heb daar dan 2 of 3 jaar gezeten. En dan naar de Spionkop verhuisd. Ja. En dan, dan begon het echt. Hè. Ja, ik vond het Chilot Stadion heeft toch echt iets mythisch gehad. En die klapstoelen. Ja, is pure nostalgie. En man. Als de sfeer erin zat, was dat wel heerlijk. En ik vond ook, zonder te veel te mijmeren, maar dat we een heel ludieke en unieke manier hadden van supporteren toen. Dat was echt nog zo, met de keper... Ja. Uitschelden met dat hij verkleed was in een banaan. En je kon daar ook echt nog de hele tribune meekrijgen met je ludiek nummer. Nu is het al veel moeilijker. Ja. Nu vervalde meer in je standaardgezangen. Maar... Voilà, het was vroeger denk ik iets meer volks. Hè, iets meer improvisatie. Ja. Ja. Soms wist ik dat wel. Jij zit in 228. Ja. Dus je zit eigenlijk ook vlakbij de sfeergroep. Hoe vind je de sfeer eigenlijk het algemeen in de Gillemkorting? Ik vind dat terug beter is. Hè. Er is een tijd een bepaalde verdeeldheid geweest. Door een aantal verkeerde keuzes ook. Mm-hmm. Vanuit de club uit en vanuit de supporters kan het midden laten. Maar nu vind ik het terug wel beter. Ik denk dat we de juiste kant aan het opgaan zijn. Het belangrijkste is gewoon dat we allemaal
achter onze ploeg staan. Nee. En dat we een beetje, maar respect voor die mannen daar in het midden die blijven gaan. Dat heb je nodig, dat is het kloppend hart. Ik heb ook het gevoel, als buitenstaander, dat Sambaro daar veel meer oog voor heeft dan het vorige bestuur. En dat zijn allemaal signalen die mij hoopvol stemmen. Mm-hmm. Maar het blijft een ontzettende hindernis dat daar zo'n grote gracht is. Maar we kunnen daar nu niet aan doen. Ik denk ook dat het geen optie is om die direct toe te smijten. Ja, want vorige week, met de aflevering van Toele, zei Toele dat er foto's waren. Ik heb de foto's gevonden op internet. Ja? Maar wel een render van het nieuwsblad. Dus het waarschijnlijk was zo met half AI gedaan. Ja. Want het zag er wel echt realistisch uit en het zag er wel echt cool uit. Ja. Het ding is gewoon dat we daar nu niet genoeg mensen, die supporteren, die komen voor hebben. Het zou wel echt veel oplossen, denk ik, van zo sfeergewijs. Dat wel, Je kunt dan echt zo... Dan heb je echt zo'n... Ja, dat is gelijk, ik ga super graag naar KV Kortrijk, omdat dat is echt aan het veld. En je kunt, dat is het moment altijd, je kunt ze aanraken. Maar zo was de not, hè. Ja. Zo was de spreekop in de not, dat KV Kortrijk denk ik nog een beetje kunt vergelijken met een aantal clubs. Wat dat makkelijker is en op korte termijn mogelijk is die LED-verlichting, hè, wat Anderlecht ook... Ja, daar ben ik nu niet... Ik was naar Anderlecht geweest dit seizoen. Van Gent mag dat doen van mij. Maar Anderlecht is echt overdreven. Zij doen 3 lightshows voor de wedstrijd in Gent. Dat is ook wel voor sfeer, ze maat. Dat is echt cinema. En Anderlecht is echt een cinema publiek. Weet je nog onze openingsmatch? De allereerste match in de Helamco Arena? Dat was tegen... oefenmatch, hè? Stuttgart. Ja. Daar hadden ze de lichten ook uitgedaan. Dat was het ook... Allee, hadden ze speciaal voor die match allemaal... Met die DJ. Maar dat was toch machtig, man? Dat was toch... Maar als je, gaat die magie niet weg als je dat iedere wedstrijd doet? Maar dat mag toch elke wedstrijd magie zijn? Je moet die supporters toch lokken? Het moet toch elke keer zo'n beleving zijn? Dan vind ik het zo te veel, zo weer de Amerikaanse principe. Dan gaat zo in de kosten tijd ook weer zo... Ik vind dat zo stom ook altijd, zo tijdens de rust van de shows in het midden. Maar ik weet niet, man, je maakt er dan echt niemand, wel zo'n feestje van, hè? Ik ben dan niemand kijkt daarna. Ja, weet wat is? Ik begrijp het, hè. Maar het kost geld en je moet gewoon zoveel mogelijk aanbieden in deze tijd. Dat denk ik wel. Puur sang de voetbalwedstrijd. Dan weten een non-match tegen Leuven trok op niets op het veld. Het kan altijd wijs zijn, maar we hebben dat en dat gezien. Ja. Dus ik sta er niet te weinig achter tegenover dat we die... Ik denk dat we die trein niet mogen missen. Hè. Ja, maar die LED-verlichting ben ik ook wel voorstander van, maar gewoon niet iedere match hetzelfde. Alleen bij topmatchen of wat dan? Ja, of zo, echt zo. Maar dan zou ik ook gewoon altijd een andere lightshow doen. Zo'n rouletteke van zo'n 5 minuten. Je bent niet de man van herhaling, hè? Nee. ik was er echt, ik vind dat saai. Maar ik heb zo'n maat ook, Anderlecht supporter, en hij ook om de 2 weken naar Anderlecht. En dan elke 2 weken op zijn Instagram-verhaal heel die licht. Zodat ik denk, oké, maar het is goed. Ik zie het elke 2 weken opnieuw. Hou het gewoon voor jezelf. Want dit jaar heb ik voor de eerste keer alle away's gedaan. Alle ploegen gedaan. En ik keek echt uit naar Anderlecht. Ook gewoon van supporters. Want hij heeft mij zo teleurgesteld. Anderlecht is echt hoor. Relatief stil. Ja. Maar ja, ik heb op jonge leeftijd ook ontzettend veel verplaatsingen gedaan. Intertoto-verplaatsingen naar Zurich, naar Aalborg, naar Kalmar met een bus. Max. Dat waren, we verloren die match dan ook meestal. Yeah. We lagen dan uit tegen van die non-ploegen in een non-competitie zoals de Intertoto. Maar dus ook de Belgische ronde gedaan. En Anderlecht is inderdaad... Iedereen zegt altijd wel, het zijn ook zotte supporters, maar het is echt een beetje... Als ik een herinnering mag boven... Ik was een oude man, hè. Maar, tuurlijk. Mijn eerste keer standaard... dat was een goed standaard, dat was standaard van Chité, denk ik, als ik me niet vergis. Met Chité, ik weet niet of ik 2008? Ja, was al, ook al... Ook nog bij Sint-Truiden gespeeld, later. Ja. En die mannen scoren, en wat heel... geen normale reactie was, maar ik begin te lachen. Ik begon echt te lachen van verwondering, van wow. Standaard is 3 spionkoppen boven elkaar, dan naast die nog een, wow. Dan nog kijkt van wauw. Ja, ik was daar ook geweest dit jaar, toen we verloren, ook onder andere met de 5-3. Precies voor de play-offs. Dat was echt zot, die supporters. Dat is eigenlijk relatief, het zijn nog relatief veel lege plaatsen eigenlijk nu. Maar nog altijd gemerkt, dat is zo leuk. Ja, dat is echt los het beste stadion in België. Ja, goed. Dat is echt. Die supporters zijn ook... Maar ze hebben supporters uit Duitsland, uit Frankrijk, in België. Dat is een van de weinige ploegen in België die echt zo'n internationale supporters groep heeft. Het is eigenlijk erg om er nu in zo'n problemen te zien. Zoals ik ook van Standaard. Want als er woorden komen in de krant met Standaard failliet, dan denk je van Standaard plots. Dat zou echt een gemis zijn voor België. Gaan spelen tegen ons. Ja, dat is al normaal bevestigd. Ja, als het afhangt van die supporters. Ja.
Maar ja, het is, daarom ben ik blij dat Gent niet is overgenomen door zo'n domme Amerikaan. Ja. Zo een sleutelhangerclubje zouden worden. Welke plaats zijn voor? Dat was een satellietclub. Ja. Maar dus uw favoriete spelers, had er een paar vernoemd. Zeg een keer wie dat er uw favoriete spelers was. Het huidige agent? Nee, van vroeger. Wie dat u zo hebben verliefd toen worden op paar agenten. Een shirtje van zo hebben in de kamer, dat je zei van... Ja, Kakamanos was de eerste. Dan Olufade, Azufaifa, Roberto Rosales. Dat is ook waanzinnig op de flank. Zo'n wingback. In de periode van al die Zuid-Amerikaan. Ja. Hij heette plots allemaal in Scandinavië. Ja, en Boes was ook iets maais, hè. Boes was echt straatvoetballer. Ja, wauw, dat hij Maarten van Brugge dat hij hem zot draait. En dan die 4-1 was op dat moment ook nog een andere agent. Dus als we dat dan konden, dat voelt bijna als een titel, hè. Allee, dat nu ook niet, maar dat was zo zot. Maar daar ook wel geleerd in die tijd van als agentsporter om in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Hè? De net niet-club. Ja, het kan soms hard zijn. Het is al een beetje gedraaid. Hè? We hebben redelijk wat prijzen gepakt voor agent zijnde. Maar dat maakt u wel wat weerbaar of zo. Ja, klopt. Ja, wat is uw zotste Buffalo-herinnering? Maakt echt... Mag van naast de match zijn, die je hebt tegengekomen, zoals Cedric laatste keer. Mag het zijn van een goal dat je op het veld liep of zo? Ja, maar dat is het zotste. Ja, dat kom ik echt wel uit bij Wembley. Ja. Dat vond ik... Dat was echt zot. Waart je daar ook? Ja. Ik had een hoofdpijn na die match. Koppijn van te schreeuwen. Ja, dat soms ook. Hè. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Maar dat vond ik echt zot. Wat we daar gedaan hebben in dat stadion. 8000 of 5000 man? Ja, meer hè? Meer dan 5000. Ja, 8000 zot. En we bleven ons tickets bijkrijgen. Ja. We maakten echt lawaai. Dat was een hoogdag voor de Buffalo en voor onze sfeer. Alleen daarvoor ben ik Heijn super dankbaar. Ja. Ja, hij heeft dat echt wel goed aandeel in. Nog soms dat het echt wel een slechte match was van ons. Maar, ja. En dat is dan ook Heijn, die na de match ook zegt van het was verschrikkelijk partij. Ja. Sorry Tottenham. Dat was echt gewoon super goed gekiept ook. Ik heb die wedstrijd over laatst nog opnieuw gekeken. Kalinic, maar hoeveel dat Nien daaruit heeft gedaan. Ja. En ook gewoon Kane, hoeveel missers dat een Dien heeft gehad. En Son ook op het einde. Was dat Kalou of was het Simon die hem binnenkopt? Of was dat dan Dat was inderdaad Simon, maar dan was het nog een ongoal van Kane. Alles zat mee, het was Perbij. Ja, het was Perbij. Nee, Perbij was de tweede goal. Ja. Hij heeft ook de eerste goal. En Dele Alli, die daar die rode kaart. Ja. Op de jager. Want de jager zit dan in de stropkast van ik dacht dat mijn knie door was. Dat was heel veel. Dat is echt zo'n irritatietekkel van het lukt niet om te scoren, dus ga ik rammen en agressie eruit doen. Ja, dat snap ik wel, Wembley. Allee, ik zou dat denk ik ook wel zeggen. Ja, dat u de titel en nog andere dingen... Die bijblijven, maar dat was... Ja, dat heb ik nu echt zo de laatste weken, nu dat ik al die ploegen kampioen zie spelen of bekers winnen. Dat heeft me echt heimwee naar zo'n momenten. Heimwee. Allee, we hebben ook al een titel voor. Laten we hopen dat dat geen ding wordt, hè. Binnen zoveel jaar dat we echt heimwee hebben, hè. Inderdaad. Dat gaat echt een rubriekje worden binnen een paar jaar. Heimwee. Heel goed. Ja, het is hier weer eens goed. Nee, maar ik had dat wanneer was bij de viering van PSV en van Willem II ook in Nederland. Dat ik al dat zag en al dat volk en allemaal zo gelukkig dat ik denk van... En wij zitten hier in een stomme play-off 2. Voetballen voor een keer Europa in town. Dit jaar was toch gewoon ook extra zuur. Hè? Bedoel, alles in handen. We stonden 10 punten voor, man. Echt zwaar gebotteld, gelijk als ze zijn. Hoeveel mensen die ik kende, die ik ken en die zeggen van jullie hadden echt een kampioenenploeg. Maar sowieso. Ik was ook van overtuigd. Maar in het begin van het seizoen was er ook zo... Of in de eerste van het seizoen was er ook zo een reeks op... denk op de social media van Eleven, denk ik, dan zo aan bepaalde spelers vroegen, wie wordt er kampioen? Het waren echt veel. Het ging altijd tussen Union en Gent. Ja, Union was ook... Maar ik dacht dan, Union pakt over. Ik zo, maar die gaan wel bottelen, zoals ze eigenlijk weer aan het doen zijn. En dan dacht ik, maar ik was echt van, Gent gaat dit wordt weer, dit wordt een ons jaar. Heijn gaat dit perfect afsluiten. Het moest... Het alles was correct, alles paste het perfect. En dan in de winter, hoor je plots, Orban wou weg, en Kuipers wou weg, en Fofana kun je niet weigeren zoveel. En dat ik dacht van, ik was echt boos op Kuipers en Orban. Vooral Kuipers heeft mij vooral teleurgesteld. Ja, dat zij echt zeiden van, eigenlijk wouden wij al weg. Dat ik dacht van, Baro doet zoveel om jullie toch te houden, en jij gaat dan... En zeker Kuipers die naar Amerika gaat. Dat vind ik wel spijtig. Ja, ik ben het volledig eens mee. Echt waar. Orban, Lyon,
het was niet proper dat hij bij ons bleef, maar Lyon is wel een grotere ploeg dan ons. Ik denk, Urban Fofana, dat we daar gewoon niet hebben getroffen met de timing. Ja. Dat ze eerst Fofana gaan halen, en terwijl hij liever Urban verkocht zag, en dan blijkt dat ze Urban er nog wel bij nemen. Ja, Urban wou de kwijt, want ja, dat was een manneke. Dat was een dalende lijn ook. Ja, dat was een dalende lijn. Dat beter geweest om Urban eerst verkocht te hebben, en dan konden misschien Fofana het nog overtuigen voor dat. Ja, gewoon drie sterspelers verkocht. En Kuiper heeft echt gewoon met zijn hart gestoken. Dat was echt zo. Want Urban vond ik van betant te vinden, want die scoorde niet meer. En altijd zijn domme reacties. Dat ik zo dacht van, maar. En dat Kuipers was wel altijd zo, maar hij werkt wel goed. Altijd zo. Ik zei dat ook altijd op de podcast. Van, ja, hij heeft niet gescoord, maar hij liep wel super veel. Dat ik dacht van, hij geeft hem zo hard. En dan toen dat was, dacht ik van... Ja. Wat zeiden jullie in de zomer? Waar kamp Urban houden, Urban verkopen? Ik zei Urban houden. Ik zei ook Urban houden. Maar ja, ik zei dat ook. Inderdaad. Maar achteraf gezien, is het makkelijk praten. Dan weet kunnen we nu zijn, we hebben beter verkoopt. Ik denk eigenlijk elke Buffalo, ook al zei de tegenstander van een Ad, zegt Urban houden. Ik weet niet, Gogo van de kant. Maar dat is gewoon geen Urban van te koer. Ik geloof niet dat Gogo zei van Urban verkopen. Maar natuurlijk, de staf kende hem wel beter. Hè? En dan denk ik wel van, jullie wisten wie hij was. En dan... Maar ik denk dat er ook zo'n beetje overdreven verhalen zijn van Urban was zo iemand. Ik denk dat Urban gelijk Urban is een jong kind in een groot lichaam. Ja, heel veel energie. En volgens mij heeft hij nooit echt kwade bedoelingen gehad. Heeft hij ook echt niets groot fout gedaan. Maar volgens mij is dat wel zo ene dat als je zegt van, je zit op de bank, dat hij zegt van, is goed, ik stop ermee. Dat hij zo stapt, dat hij naar huis stapt, zoiets. Ja. Maar als je dan bijvoorbeeld ziet tijdens zo'n mentaliteit, hè? Maar als je dan bijvoorbeeld ziet dat zo break is, dat je filmpjes ziet op zijn verhaal, dat hij weer op een strand aan het trainen is, dat ik denk van, want als je dan bijvoorbeeld kan douchen nu afgelopen week zitten, dan zit hij aan het zwembad te liggen, dat ik denk van, gelijk hoe hij ook zei in de persco voor de wedstrijd nu van het weekend, van, er zijn mensen die terugkomen die duidelijk zien van, ze hebben blijven trainen en eigenlijk niks is veranderd, maar je hebt ook mensen die zich hebben laten gaan, die eigenlijk op nul moeten beginnen. Dat is een kilo of twee is bijkomen. En gelijk als je op het einde van het seizoen dat doet, dan is dat normaal, want het is het einde van het seizoen, maar op zo'n winterbreak en zo is dat eigenlijk niet de bedoeling dat je dat doet. Ja. Het zijn er allemaal verdeelde meningen over, zoals over alles. Hè. Ja, dat is al. Gaan we naar de match van het weekend? Ja, als het echt moet. Als het echt moet. Maar ik zei het ook tegen mijn beste mate. Ik zei van, het zou me echt niet verbazen als Gent al deze wedstrijden gewoon verliest. En het zou mij ook eigenlijk echt niet veel boeien. Ja, maar dan u toch weer zo moeten opladen voor die match. Allee, niet moeten opladen. Maar dat is wel logisch dat je daarvoor opladen bent, maar fysiek ik bedoel ik dan. Ik vind dat een beetje dubbel, want Antwerpen in de beker, ik weet niet of jullie gekeken hadden. Nee. Ze hadden echt goed gespeeld. Ze hadden echt heel goed gespeeld. Terwijl alle wedstrijden daarvoor hebben ze echt heel slecht gespeeld en verloren. Dus dat zo van... Volgens mij is het nu gewoon Hein die nu al op training aan het leven is naar die wedstrijd. Ja, denk ik ook. En daarom, ik snapte Hein wel met zo die 9 wissels. Het is overdreven, maar ik snap hem wel. Het was een voorstel van hem om 9 wissels te doen. Ja. En die komende 3 matchen, omdat eigenlijk niemand iets heeft om voor te spelen. Play-off 2 speelt toch voor niemand. Tuurlijk komt dat er niet door, maar ik snap hem wel omdat je dan echt gewoon zo'n dingen kunt doen. En omdat je dan Sonko nog kan laten spelen, terwijl dat eigenlijk wel vaker moet spelen. Maar de match tegen Leuven was hij ook begonnen, niet met een 3-5-2, maar met een 4-3-3. Dat was met 2 centraal verdedigers. Dat was dan Watanabe en Mitrovic. Ik had daar een keer op gelet. Dat was echt Nuro en Samaas die echt... En dat was echt met 2 van Voor Franke. Dat kan Franke al een keer zien wat er in de knip is. Maar dan tijdens de rust was het wel gewisseld. Met 3 wissels, dacht ik. Ja. Dat was gewoon terug in 3-5-2. Ik kan dus die erop kwam. Ja. Maar ik vind Nuro echt wel beter ook zo. Als linksback, echt fullback. Niet als wingback of als centrale verdediger. Ja, inderdaad. Ik vind dat hij daar wel best past als fullback. Wat mij stoort aan Nuro is zijn zwaar contract. Dat hij verdient. Net zei. Want ik vind Nuro is echt een gewoon goede rotatievoetballer. En misschien zelfs naar de toekomst toe. Basis als hij niet te veel blessures heeft, maar hij verdient zoveel. Ja, veel te veel kosten. Dat ook, 6 miljoen aankoopprijs. Dus, dat is echt zot. Dat zijn zo van die rare bedragen voor spelers dat denken van, is hij dan nu waard, Bayat? Het zal met Bayat te maken hebben. Ja, natuurlijk. Hoe onderhandeld zal hebben. Ik heb iets te weten gekomen over Brown, by the way. Ik weet niet als jullie het gezien hadden in Discord. Maar dus, Brown was dus de zomer voordat hij kwam, was die gekomen, maar had Gent hem geweigerd. En nu, als we hem hebben aangekocht, is die aangekocht via Bayat. Ja. De tweede keer had Bayat hem binnengebracht. En dan heeft Gent gezegd, ja, is goed, we kopen hem.
Maar zie, die zit nog op. Blijkbaar. Er zitten nog veel dingen tussen. Hè? Puur van waar weet je dat? Van toch wel een redelijk betrouwbare bron. Van iemand? Ja, van iemand. Een scout of wat? In de Discord? Nee, gewoon iemand die contact heeft in Gent. Ah, oké. Maar ik ga geen namen erop plakken, maar ik zeg ook niet dat het 100% klopt, maar het zou mij ook gewoon niet verbazen. Ja. Maar ik vind, Bayat moet inderdaad buiten in de club, maar zolang dat er niks, dan er geen lijken uit de kast vallen, of dat er niks sketchy gebeurt, kan het voor mij, ja. mag dat wel zo. Like Brown is nu achteraf gezien gewoon een goede speler. Ja, nou, gewoon geen huismakelaar of zo. Ja. Dan jij daar zo, inderdaad. Alleen nog dat als je hem gebeurt, en het is al zo van... Ja, voilà. Hij heeft gewoon de reputatie ook. Hè. En bij ons zijn er nog geen dingen te weten gekomen dat hij gesjoemeld heeft met dingen. Behalve dat we misschien hier en daar wel veel betaald hebben. Ja. Daarnaast, maar voor de rest is er nog niks. Dus voor mij is zo, het is gewoon, ik ben bang dat er plots zo ineens gaat in het nieuws komen een contractvervalsing van 30 miljoen van via Bayat. Ik denk van ja, nu zitten we hier in het rood. Maar dus, over de match, je hebt hem niet gezien? Nee, ik heb de zotste zondag van mijn leven achter de rug. Dat begrijp met de finale in Kinepolis, dus ik heb hem een keer aan mij laten voorbij gaan. Ja. Eerste wedstrijd? Nee, niet eerste wedstrijd dat je hebt geskipt, want je hebt er een paar moeten skippen door de opnames. Ja, ik heb een paar moeten skippen inderdaad, maar Gilles de Koster voor het is ook een supergrote voetbalfan van Beerschot. En toen waren ze nog supergoed bezig. En dan vroeg ik wel altijd wat heeft Gent gedaan. En hield hij mij een beetje op de hoogte. Ja, want juist dat zonder telefoon ook en zo. Hè. Ja. Wow. Je kunt daar ook echt niet kijken dan gewoon. Hè. Nee. En zetten ze dat niet speciaal voor je aan of zo op de tv? Nee, maar als ik s'avonds aan het kijken was, zo kon ik wel een keer meekijken. Dat kon wel nog. Maar... Ik zou het ook ik zeg wel... niet dat ik telefoon verslaafd ben, maar ik zou het toch wel moeilijk vinden. Ik zou het misschien moeilijk vinden, maar ik zou het ook wel snel vergeten, denk ik. Ja, en zeker als we zo reis zitten. Zijn we andere dingen bezig, hè? Ja, voilà. Dat is eigenlijk een verademing om even niet afhankelijk te zijn van die gsm. Ja, ik kan me dat ook in beeld. Dat is iets anders, natuurlijk. Ja. Oké, goed. Wie is uw man of the match dan? Ik kan eerlijk zeggen, die wedstrijd heb ik ook niet echt veel dingen van onthouden. Waar er toch? Door andere redenen die we niet gaan benoemen. maar ik heb hem wel een deel opnieuw gekeken. Ik moet wel zeggen dat het echt wel een non-match was. Ja. Maar mij stoort eigenlijk echt niet, want we hebben toch niks meer om voor te spelen behalve de barragewedstrijd. Maar ik vond Roef is mijn man of the match. Ik heb ook beelden gezien. Kort en maar Kums. Wel weer ik zei dat dus ook. Ik dacht dat dus ook, om Kums man of the match te noemen. Die is hopelijk weer naar zijn beste niveau aan toegroeien. Wie is eigenlijk, ik herkijk dus, dat officiële man of the match. Gewoon speler, eigenlijk. Ja, inderdaad. Kums. Ik ben echt blij dat hij verlengd heeft. Mm. Maar ik zou hem toch wel volgend jaar niet meteen basis zetten. Nee. Gelijk nu in de barragewedstrijd, ga je hem toch niet in de basis zetten? Jawel, man. Maar nu. Als hij nu gewoon nog minuten maakt. Hij zou dus Gandelman zetten. Ja, De Saar, Gandelman, Hong. Ja, dat is ook goed, maar ik vind Kunst brengt altijd dat tikkeltje meer, vind ik. Ik vind Gandelman speel je niet uit de ploeg op dit moment. Het is een luxe en dat is goed. Het is inderdaad wel een luxe. Liever zo dan, je bent er te weinig. Ja, ja, ja. Ik zou Kunst toch zetten, ze. Allee, ja. Die kan altijd zo die extra, moet zeggen, brains of zo bijbrengen van dat ene tikje, één tijd of eigenlijk daar tegen Leuven ook zo. Één tijd tikje naar die Soudali die dan niet afvakt. Ja, dan denk van, hoe heb je dit gezien zo snel? Dat heb ik gezien. Maar ja, je kunt kijken naar de tegenstander ook. Hè. Je kunt rekening houden met je tegenstander. Ook, hebben, welke type speler of type middenvelder best past in. Ook gewoon afhankelijk van, is hij in vorm of niet? Het was Roef, de officiële man van de match. Dan Watanabe, Samaze, Mitrovic, Brown. Ah, Watanabe? Ik vond hij echt niet zo goed. Ik ook niet, man. Nee. De verdediging... Een paar keer serieus de missen aan ze Watanabe. Ik vond inderdaad, vooral dat er zoveel van die blunders verdedigend... Ik heb het zelf opgeschreven, een van de weinige. Maar het is echt een zeldzame match van Watanabe, dat hij echt niet zo goed was. Ja. Dat vond ik raar. Ik vind hem eigenlijk sinds zijn winterstop heb ik nog niet zo... Ik denk dan de goede match op één hand te tellen zijn. Sinds de Asian. Ja. Want toen had hij... Tegen Leven was het echt niet goed. Tegen Anderlecht en zo, en alles daar... Eigenlijk op Anderlecht, dat hij daar met de bagage kwam, was hij niet zo heel denderend. Ja, die wedstrijden daarna, ik denk de 3-4 daarna, waren eigenlijk allemaal op dat... Hij was niet slecht, maar hij was ook niet de Watanabe van... Ja, misschien wel. Ik vind wel veel speel natuurlijk. Maar, nee, ik bedoel... Een slechte match, like zondag heeft hij nog niet gespeeld. Ja, dat is waar. Want het was eigenlijk echt dramatisch voor zijn doen. Dat was echt niet goed. Ja, wie is uw man of the match dan? Ik ging ook eerst Roef zeggen. Ik denk misschien een tweede speler die ik heb opgeschreven was toch Tissou Dali. Niet gescoord of zo, maar hij was wel zo een van de weinigen die wel toch iets
probeert te forceren. Zo. Van alles Pardo op het einde ook. Bij Leuven eigenlijk? Een verdediger naar een team. Rousseau, dacht ik. Ja. 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 Maar wat zijn die goal? Uiteindelijk viel dat veel aan te doen, denk ik. Ja. Oh, niet. Het was gewoon een goede loopactie van die verdediger. Ja, ik denk dat de Saar, dat dat zijn man was, dat hij die was verloren. Het was nu niet de ergste tegengoal die we al hebben gehad. Ja, maar klopt. Voor de rest van de match was het eigenlijk echt dramatisch gewoon. Ja. Bernard, dus wat vind jij van... Op het einde ze nog wat proberen te forceren, maar... Wat vind jij van Tissoudali trouwens? Ben je daar een fan van? Of? Ja, toch wel. Hij moet het nu dragen, hè. Dat voelde wel. Aanval, ja. En dat is dubbel. Hij doet dat hij wel die kwaliteit heeft en hij doet dat dan ook wel vaak. Werkt misschien iets te weinig af of niet altijd efficiënt genoeg. Maar ik vind hem wel een goede spits voor ons. Ja. Ja. Dus in de periode dat we Kuipers, Orban en Tissoudali hadden, zou hij Kuipers, Tissoudali gezet hebben? In het begin van dit seizoen. De beste Tissoudali, die had toch echt ook iets magisch, hè? Ja, voor zijn zware blessure. Ja, maar als je de beste Tissoudali vergelijkt met de beste Orban... Ook waar. Dat is een dilemma, hè? Want hoe win je een wedstrijd? Door te scoren. Ja. En wie scoorde er elke wedstrijd? Orban. Ja, Tissoudali Kuipers was ook een scoringsmachine. Ja. En die worden dan misschien nog iets meer zo... Ja, ik ben echt benieuwd naar... stel, Frank, wat dat wel redelijk groot is bij ons, en de 4-3-3. Wie dan? Want volgens mij is Tissoudali wel geen spits om in één spitse systeem te spelen. Nee. Maar ik denk, als je met valse spits speelt, dat dan die flanken nog hoger staan dan hem eigenlijk. Een beetje zoals Real Madrid. Ja, dat wel nog kan werken. Ja, ja. Dat kan wel inderdaad. Maar Bernard lacht als de Real Madrid hoort. Even kijken, zo de... Gent vergelijken. Ja, voilà. Hij gaat over het systeem. Dat is het systeem dat gaat terugkijken. Ik dacht het zo. Ja, maar inderdaad, zo wel. Maar ik denk niet dat die Tissoudali blij gaat zijn om soms een keer een wedstrijd te mogen spelen met een valse negen. Ja, ik weet niet, hoor. Ik denk ook wel dat dat frustrerend moet geweest zijn voor hem. Ja. Zo de enige die overblijft. Nee, dat is toch... Heeft hij zit ook op Zandaar, hè. Die frustratie. Ja, inderdaad. Ja. Maar die jongen had ook, toen hij op zijn blessure had Gent hem dan, was hij zijn contact gekregen en heeft hij een huis gekocht in Gent. En dus ja. Hij heeft zich echt zo gesetteld in Gent en dan is dat allemaal zo gebeurd. Dus die jongen moest zich daar echt, wat ik ook wat terecht vind, want ik zei dat ook zo, stel je wordt getekend in een of andere, noem niet Aston Villa of zo, en je bekijkt daar een blessure. En je krijgt dan toch een contract en je denkt van, ik ga hier een huis kopen, want hier is mijn toekomst. No. En dan komt er plots een zotte spits die dan een jaar bij u alles komt afspelen en jij zit daar van... Ja, klopt. En nu zit ik hier alleen. Hij moet het dragen, maar dat is ook wel een beetje de verantwoordelijkheid die hij wel al mag hebben, denk ik. Allee, ja. En dan zal ook wel spreken met zijn contract, denk ik. Hè. Ja, inderdaad. Even dik contract, denk ik. Ja. En hij is ook derde kapitein, denk ik, naar Kums in de Saar. Ja. Maar ik vind, als je met twee spitsen speelt, heb je eigenlijk een opvallende spits nodig naast Tissoudali. Ik vind Tissoudali in die opvallende rol vind ik niet zo goed. Ja. Dat hebben we nu niet. Ja. Dus. Hij moest zo die vrije rol. Ja. Gelijk wat Orban had bij Kuipers. Ja. Maar wie weet, doet Wouter Franke nog iets anders. Alleen die kan zijn systeem aanpassen. Hè. Hij speelt nu ook met 3-4-3, omdat hij... Maar dat is ook blessures ook. Ja, vooral door die vertrekkers van Munoz en Arteaga. Dus ja... Hij is misschien wel flexibel. Hè? Ja, daar ben ik wel blij mee met Franke, dat hij wel meerdere systemen kan spelen. Want hij heeft ook al 3-5-2 gespeeld dit seizoen. En ja, voilà. 3-4-3 en 4-3-3. Maar inderdaad, 4-3-3 is zijn main systeem. Ja, en dat vind ik ook wel zeker de dag van vandaag, het moderne voetbal. Maar ik vind dat gewoon in het algemeen. Ja, je kunt daar zoveel mee met 4-3-3. Ja. Je kunt je middenveld helemaal aanpassen door twee wissels te doen, in feite. Dus, okay, dan kun je bijvoorbeeld zeggen van we starten met, als Hong blijft, Hong, De Saar en Kums. En vanaf dat we 2-0 voorstaan, haal je Kums eraf, omdat hij ouder is en het een kandelman, heb je een echte 6. Ja. Of gespeeld met 4 in een ruit op middenveld, met alle 4 die middenvelders. Ja. Dat is misschien nog iets leuks om over na te denken. Dat kan ook wel, inderdaad. Ja. Goed, mijn man of the match is ook Kums. Ja. Maar ja, ik moet ook zeggen, ik heb niet veel gezien van die match. Moederdagverplichting. Maar het heeft eigenlijk niks mis. Samenvatting gezien, denk ik, vond Kums wel zo... Ja, hij was wel deftig, ja. Dingen. Hong was ook wel gretig, zeker eerste helft. Ja. Hong was eigenlijk zoals Hong altijd is. Jokota is ook goed gevallen. Ja? Na zijn lange afwezigheid is hij ook wel. Was ook heel, hij zag wel dat hij goesting had. Veel lopen, veel dribbles. En die heeft eigenlijk nog niet zoveel gedaan, wat het publiek houdt van hem. Ja. Maar die nog... Van Twijn als hij al getoond heeft, is zo... Ja, ik weet het. Wat is, ik vind het zo grappig dat hij is zo direct van... Ah, Jokota. Terwijl man heeft 3 wedstrijden gespeeld voor ons. Ja. Ja, de eerste indruk is altijd belangrijk bij supporters. Het
Het is wat één dan actie kan maken en zo hebben we er niet veel eigenlijk. Ja. Ja. Dus, ja. Nochtans, normaal gezien, Brown heeft dat wel, maar ook zondag tegen Leeuwen was hij ook... Je mag ook niet vergeten dan die mannen hoeveel 4 dagen op vakantie zijn geweest. Ik weet het, maar... En Brown is volgens mij wel zo ene dag... hij probeerde echt vaak dribbel, zeker aan het einde van de match, probeerde echt te forceren en zijn dribbel, dat trok nu een keer uit op gekloed. Ja, dat was verschrikkelijk. Van mij mogen ze vanaf nu elke wedstrijd verliezen, liefst niet natuurlijk, zolang dat we de barragewedstrijd hebben. Ja, maar toch liever winnen eigenlijk. Want, ja, natuurlijk liefst winnen, het was niet om aan te zien. Ik denk dat hij had kunnen loskoppelen van elkaar, wat er ook gebeurt komende match. Ja, ik snap wel dat je het niet allemaal wilt verliezen. Inderdaad. Maar uiteindelijk weten die mannen nu ook wel. Ze hebben dat die target behaald om die barragematch te spelen. Voilà. En het volgende target is die barragematch. En daar is nu daar gewoon zorgen dat je geen domme blessures hebt, dat je geen domme kaarten pakt. Ja. Ja. En ik gelijk, er was een paar commentatoren die dat zeiden, en ik geloof daar echt niks van, dat ze zeiden van... De tegen Van Bommel ook, Antwerpen eindigt hier weer op een negatieve noot. Hoe gaan jullie nu naar de bekerfinale? Van Bommel zei ik ook, en ik vind dat dat wel klopt, van, gelijk hoe Bernard zegt, als speler koppel je dat gewoon los. Je leeft daar naartoe. Antwerpen is het ook al dat ze na 2 wedstrijden in play-off 1 niks meer gingen behalen. Dus dat de beste weg naar Europa, de beker. En ze hadden echt goed gespeeld in de beker, behalve niet efficiënt geweest. Ja, en we hebben ook al bewezen dat we zo snel wel switch kunnen maken. Ja. Als ze verliest Europees of zo, dan wel weer in de competitie goed spelen. Dus ja. En ik denk ook wel dat we de kern hebben met gemotiveerde spelers. Ja, sowieso. Ja. En in die barragematch, wie zouden jullie het liefst hebben? Het is nu waarschijnlijk Cercle of Genk, een van die twee. Ik wil niet tegen Cercle verliezen, 100%. Ja. Ja. Ja, ik ook Genk. Toch liever. Dat is ook gewoon een leuke rouwe, Genk. En zeker bij Frank. Ja. Ah ja, inderdaad. Ja, dat is de extra cachet. Maar hij is nu weg, hè. Daar? Ja, zoiets, dat is gewoon thuis. Ja, maar het is ook nog altijd de ploeg die meegedaan heeft met die salonremise. Daar ook nog iets in. Dat vind ik ook, dat is echt een oproep naar de fans. Hoeveel negativiteit dat er op Frank wordt gesmeten, gewoon omdat de Genk en de Salon Remise meedoen. Dus hij wil niet gelinkt worden met zo'n coach. Dan denk ik van... Ja, daar snap ik het wel. Want ik ben ook echt niet zo'n fan van Frank van persoon. Maar hoe meer dat ik over nadenk, denk ik van oké, dat lukt wel. Maar voor mij uiteindelijk, ik ga hem een kans geven. En dat is gelijk zelfde met Hein. Moest Hein niet de coach van Gent zijn, ging ik die mens waarschijnlijk echt niet af. Ik weet niet. Ja... Ik ben wel fan gewoon van zijn charisma. En wat hij zegt, dat klopt meestal ook gewoon. Maar soms is hij ook gewoon dom, hè. Hij zegt het soms gewoon op een harde manier of zo. Maar nu, Hein zegt toch echt heel vaak domme dingen. Like op Westerlo. Ja, die zakdoekjes. Ik wist niet voor wat dat was. Maar ja, dat ik weet dat niet. Dat zijn gewoon domme dingen. Dat is een maar Hein heeft wel altijd gelijk. Ja, voilà, dat is ook bedoeld. Ja. Maar soms kan het goed zijn om te zwijgen, ook al heb je gelijk. Dat doet hij niet altijd. Maar, volgens mij moet Tom echt gewoon denken van... Tom van den Bulk. Hein weer al. Ja. Dat hij dan denkt, ik heb weer gebeld worden door journalisten vanavond. Ik denk dat ook dat hij soms... van Hein oud doen, hè. Ja, en dat Tom nu denkt, hopelijk is Frank gewoon een beetje rustiger, denk ik niet. Ja, maar het is wel iets om naar uit te kijken als supporter, want het is een belangrijke nieuwe stap, hè. Hoeveel? 8 jaar lang is hij onze coach geweest? Zeven. Ja. Ja. Maar voor mij is dat echt raar, want ik ben hier support sinds pak 2016, 2017, dus ik heb bijna alleen maar Hein meegemaakt. Wel een keer periode Yves en een keer Doorop. Maar dat is altijd Hein geweest. Dus nu, ik ga echt in een existentiële crisis belanden. Ik weet het niet. Ja, maar ik zei het ook tegen mensen. Ik zei het ook tegen mensen. Die zo zeggen van, maar Hein mag niet weg. En ik zeg zo, dus jij zou voor de rest van je leven met Hein willen coachen? Hein ging ooit weggaan. Ja, en beter nu dan... te laat. Kan niet zo'n Wenger zijn die daar 20 jaar op op Arsenal heeft gezeten. Ik zou dat echt niet willen. Ik vind dat niet leuk. Ik wil veranderen. Ja, herhaling. Ik vind dat niet leuk. Ik denk gewoon dat we bij ons vorige bestuur niet zo heel veel type coaches konden hebben die goed werkten met ons. Dat was een Prudhomme, dat was een Hein, omdat dat figuur waren, omdat die heel assertief waren, heel veel inspraak woorden hebben. Maar ik denk dat dat nu ook wel anders gaat zijn. Ik denk dat Sambaro de posities ook anders gaat invullen, waardoor dat dan meer een team gaat worden met de trainer die echt zijn taak heeft. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat Vanke daarin gaat werken. Maar het wringt wel bij mij ook een beetje wat hij daar gedaan heeft tegen Westerlo. Dat was ook het eerste wat ik aan moest terugdenken, omdat dat staat wel haaks op je dat we als agent ook willen zijn en wat voetbal dat we willen brengen. Hein ligt daar niet. Hein had dat nooit gedaan. Nee, sowieso. Ja, ik denk weinig coaches eigenlijk. Maar het moet daar ook van loskomen, dat is nu gebeurd. En het is een heel capabele trainer, denk ik. Misschien wel de beste Belgische trainer naast Hein. In de Belgische competitie, hè? Ja, misschien wel. Toch zeker één van. Ja, ik vind... sorry dat ik je onderbreek. Geen probleem. Ik vind Hein is de beste tactische coach
heel België. Die weet zoveel over voetbal en die kan zo zijn voetballen. Maar ik vind van complete trainer vind ik Franke wel beter. Compleet pakket. In welk opzicht dan is hij beter dan hij? Ook gewoon people manager en alles gewoon in totaal. Hoe hij zijn wissels kan doen. Hein wisselde. Ja, maar ik denk dat Hein wel verbeterd is in people management, hoor. In vergelijking met zijn eerste periode dan bij Gent, wat hij misschien harder was, dat wordt ook toch veel gezegd nu tegenwoordig, dat hij wel meer praat met zijn spelers. Ja, misschien wel. Maar ik vind nog altijd, Hein is tactisch, is dan een genie. Je ziet dat ook in zijn analyses, toen hij analist was op de voetbal, die weet zoveel. Ja. En als mensen over hem praten, lijkt Tulen ook, dat hij zei, Hein weet zoveel. Ik heb ook stage gedaan bij Eleven, en er was een journalist daar die zei van, ja, toen dat Hein analist was, was hij soms ook hier analist, en dat is echt de persoon die het meest weet dat ik ooit heb mee samengewerkt. Die weet zoveel, zei hij. Een capabele mens. Ja. Ik denk dat hij in elke sector... Ik wil die zo graag BBB hebben. Van. Ja. Ja. Die gaan ons gewoon in alles de mond snoeren, denk ik. Nee, maar Hein gaat gewoon... Weet je, dat gaat niet meer BBB zijn. Dat gaat gewoon Hein. Hein gaat de host. Hein gaat gewoon... Gelijk de sushi, het verhaal van Tulen. Ja. Hoe dat we Hein gaan uitleggen aan de sushi-maker, hoe dat hij sushi moet maken. Ga Hein hier komen hoe dat hij, en vertellen hoe dat hij een pot... Nou, dat de kamers moeten daar en daar staan. En dat maakt Hein. Dat is Hein. Ja, dat is Hein. Ja. Dat is Hein. Hein is ook gewoon naast het voetbal, is dat die heeft echt een eigen... Ja. Een eigen categorie gemaakt. Dat is gelijk Zlatan. Die heeft een eigen categorie gemaakt. Ja, ik hoort wel. Zou hij echt in elk bedrijf of zo een leidinggevende rol kunnen steken? Die zou dat goed doen. Die overstijgt zo wat het voetbal in zijn, door zijn persoonlijkheid gewoon. Ja. Ik ga hem missen. Ja. Ja, ik ook. Ik ook. Ja. Ik hoop dat hij gewoon een goed afscheid krijgt. En ik ben ook wel zeker dat hij met Sambar ook... Want dat was zo vaak met Louagie en De Witte. Dat zo spelers zoals Azari en zo... Een beetje buiten zij is gezet zonder een deftig afscheid. Ja, en klopt. Ik denk wel echt dat, dat ook van Sambaro heen een goed afscheid gaan. Ook gewoon de sports gaan toch sowieso zijn naam scanderen en zo. En of een tyfo maken. En ik ga een traantje laten, 100%. Ja, zelf als niet echt grote Hein van. Eerste keer kampioen gemaakt, ja. Maar ook, dat is dan iets emotionele daaraan bij mij. Mijn opa, die is overleden. Ja. En mijn grootste droom was altijd dat ik dat Gent nog een keer kampioen ging worden. En hij had dat gedaan. Ah, ja. En ik heb het al gezegd, mijn oma werd chauffeur voor Gent. Jonathan David gevoerd. Ja, onder andere. En mijn opa ging heel vaak mee als grote Gent supporter aan praten. Dan wel die jonge hasjes achteraan in de bus. En dan waren we nog op het oefencomplex. En ik was daar niet bij, maar dat is een verhaal dat ze vertelden. En mijn opa en oma waren daar een soepje aan het drinken. Ondertussen waren er allemaal kleine gasten buiten en zo. En ineens kwam Hein daar binnen. En mijn opa heeft hem aangesproken en die zei... Ik heb het mooiste gesprek in mijn leven met die man gehad. En daarvoor echt... Ja, maar ik denk dat Hein ook echt zo een warme man is. Ook, ja, mijn opa was zo gelukkig toen dat hij dat vertelde. Man, er waren tranen van in mijn ogen. Dat was zo mooi. En ik vind daarom hou ik... Dat is de kant van Hein dat ik echt... Maar, ik geef hem al het geluk. Praat weer over iemand die een standbeeld moet krijgen? Of die een tribune dat Hein echt... Een standbeeld is onrealistisch, maar een tribune zo vernoemen naar Hein. Ja, of zo Van Hazenbroek promenade of zo. Of zo een van die bars. Maar dat vind ik zo te weinig. Dat is te weinig. Ja. Dat is zoiets voor spelers ook. Ja. Ja. Ja, maar ik zei, als er één coach is van Gent die een standbeeld verdient, dan is het Hein. Sowieso. Ja, een standbeeld vind ik nu... Misschien... Zo mogen van mij. Te overdreven. Maar ik zou wel iets groot wijden aan hem. Ja. Het stadion zou misschien... De Hein Arena. Ja. Ja, zoiets of zo. Maar... Zou hij een Belgische... ik wil niet de Hein-podcast van maken, maar zou hij een andere Belgische ploeg nog kunnen trainen? Zou hij Antwerp of zo? Ik denk dat er weinig topclubs zijn die hem willen, gewoon puur omdat hij zo vaak steken geeft aan het bestuur. Antwerp inderdaad wordt soms gezegd... Overmars misschien... Ik denk ook dat ze daar hem niet zouden afkomen. Ja. Maar ik denk eerder analist. Ja. Ik denk dat hij dat ook gewoon gaat zien. Of, want dat heb ik al vaak gezegd, Hein is een goede coach voor ploegen die een topclub willen worden. Ja. En Gent, maar toen dat Hein kwam, heeft die, als je een topclub wil worden, heb je altijd iemand nodig die je vastpakt, zo lijkt een baby. En kijk, ik ga dat doen voor u. En alles voortonen. Ik ga tonen hoe dan de blokjes daarin moeten. En Hein had dat gedaan bij ons in de eerste periode. En ik zei, we zijn nog geen topclub, maar we zijn wel in die machine geraakt om naar de topclub te gaan. Dat is de unpopular opinion van vandaag. Gent is geen topclub. Inderdaad. Dus jij vindt, zijn geen topclub. Maar we zijn onderweg. Ja. Okay, wat vind jij daarvan, Bernard? Gent is geen topclub. Ik vind wel dat we een topclub zijn. Ja. Ja? En wat is uw definitie van een topclub? Want voor iedereen is het anders, uiteraard. Ja.
Bereik van supporters, grootstad, stadion, middelen. Maar is dat niet meer... Dan staan we daar toch allemaal van boven. Ja, maar dat is waar ik van denk. Voor mij, een topclub is iemand die in België altijd play-off 1 en zeker top 3 speelt. Of zo de beker winnen en top 5 eindigen of zo. Maar altijd meedoen voor de prijzen. Maar ik vind sowieso 100% gelijk wat je zegt. Gent heeft wel echt alle capaciteiten om een topclub tot misschien grootste club van België te worden. We hebben een stad met zoveel inwoners en eigenlijk echt veel voetbalfanaten. Mm-hmm. Ons stadion is supernieuw. We hebben een nieuw voetbalcomplex. Dan misschien een andere vraag. Zijn we het geweest in de periode 2015 tot 2017? Ja, de kampioen... Je kunt niet zeggen, op 2 jaar, je bent 2 jaar een topclub. Nee, ja. Maar dat is zowel dat de kampioenjaar en dan zijn we nog 2 keer in de top 3 eindigd. Dat is dan een periode dat we misschien wel bij de top horen. Dat is gewoon zo'n uitschieterke, dat is geen topclub. Ja. Dus ik denk, zitten we daar in die periode met iemand à la Sambaro nog in het bestuur, die dat wat meer kon uitwerken, dat commercieel ook, en die supportersbeleving. Ik denk dat we daar dan echt vertrokken waren. Want corona heeft ons enorm gelokt. Ja, misschien ook wel. Maar dat is ook een beetje... Misschien een beetje de schuld van bestuur, ik weet het niet. Ze hebben zo... Die coronaregelingen waren echt raar. Hè? Wow, we hebben daar veel supporters verloren. Ja, mijn pa bijvoorbeeld was ook altijd supporter. Een van die duurabonnementen daar opzij. Ja. En die is ook... Dat was gewoon een degoe van wat daar allemaal gebeurd is met die corona. Met die terugbetalingen en zo. Dat, zo doen. Dat is echt triestig geweest. Hè? Ja, en bij de Sambaro was dat niet gebeurd. 100%. Denk dat ook niet. Ja. Oh, we zijn veel supporters verloren die met de overgang naar de Helamco. Pardon. En we zijn dan ook veel supporters verloren met de corona. En veel mensen zeggen dan op Twitter, Gent zit weer leeg. Dat is niet omdat we weinig supporters hebben, dat is gewoon omdat de club heeft ons zo dirty gedaan. Mm-hmm. Ja. En ik snap dat 100%. Ik zelf zou dat niet doen, maar ik kan begrijpen dat je dat gewoon zegt. Ik vind dat niet. Dat misschien toch haar zo beledigd voelt in die supporters. Tuurlijk, zo. En terecht. Want natuurlijk, het kloppend hart van een club is door de supporters. Voilà. Zonder supporters zijn er geen club. Voilà. En die blijven altijd. Er was een filmpje op een of andere social media van een Duitse ploeg die gedegradeerd was. En de harde kern was heel de mensen, de spelers, een uitbrander aan het geven. En iedereen, alleen marginale, dit, dat. Oké, het was niet op de vriendelijkste manier. Maar het klopt wel. Want zonder ons is er geen Gent. Zonder geen, als niemand naar dat stadion komt, waarom hebben we dan een stadion? Dan spelen we misschien met Janneke en Mieke die niet betaald worden. En dan kunnen we even goed alleen naar KFC Veren gaan kijken of zo. Naar Muiden. Ja, graag. En ook veel lege plaatsen in ons stadion. Dus, ik heb bij BVB langskomen. Ja, waarom? Ja, wanneer ik langskomen. Ik ben heel BVB deskort. 200 man. Maar ik ben eigenlijk mijn voetbalpensioen in de hand, dus ik heb mijn laatste wedstrijd gespeeld. Dat wist ik niet. Maar ik ga misschien een bestuursrol opnemen. Kijk, voilà. Dat of misschien Gent die u gaat tekenen. Oef, nee. De Sambaro van Muiden worden en dan uitgroeien zo naar Agent. Oh, dat zou wel zalig zijn. Dat zou wel zalig zijn. Crazy. Nee, het is dus over topclub. Ik vind Gent is nog ver van een topclub, maar we zijn wel onderweg. En dat is een heel lange weg. Sowieso. Dus Union is ook geen topclub voor u nu? Nee, dat is ook even gewoon succes. Ja. Tenzij als Union dit 5 jaar kan volhouden. Want dan wel. Ik vind Union heeft ook gewoon echt veel van Brighton. Brighton, hun scoutingsapparaat, is gewoon zot. Maar dat is wel deel van het voetbal tegenwoordig. Ja, inderdaad. Maar ik vind... Want dat is ook wel een topclub voor een groot stadion, veel supporters. Bij Union bijvoorbeeld, op de bekerfinale, hoeveel lege plaatsen er waren. Ja, dat is wel triest eigenlijk. Hè? Dat was echt... Toch dat, wel dat moet echt nog groeien, hè. Ja. Als die zo blijven, gaat dat ook wel groeien. Maar ja, dan spreekt jij echt over topclubs die permanent aan top spelen en die amper... en die lijkt niet zoveel, hè. Ja, op Club Brugge. Club Brugge is de enige topclub. Ja, maar klopt wel gezegd. Over Anderlecht kun je dat eigenlijk dan ook niet zeggen. Nee, het blijft van niet veel over. Hè. Dus misschien moet de topclub als een fluctueel begrip beginnen. Maar ik kijk misschien te veel ook naar het buitenland, naar de buitenlandse topclub. Premier League gaat wel echt de vaste top 6. Ja. Dus en Bayern en zo, en Dortmund. Inderdaad, in België is er maar 1 is Club Brugge. Anderlecht heeft dus gewoon een palmarès. Maar misschien dat Anderlecht dat weer wordt, omdat Anderlecht wel met die overgang heel veel in problemen zit. En nu zie ik dat wel, zeker als, volgens mij als Anderlecht weer kampioen speelt dit jaar, gaan ze misschien wel weer aan beginnen rollen. Ja. Alhoewel, er zijn er nog zoveel vage dingen aan in dat bestuur. En ik ken ook te weinig van Anderlecht daarover. En Anderlecht heeft ook gewoon de naam. En dat is heel belangrijk in de voetbalwereld. Zijn de naam. Geschiedenis, hè?
ja, voor spelers aan te trekken. Als jij vraagt aan iemand uit Duitsland welke Belgische ploeg ken hij, Anderlecht en Brugge. Dat was ook zoiets. Als ik met Romelu heb gesproken, heb ik dan gevraagd van, ja, ben Buffalo, kom ooit naar Gent, zo'n kunkslag. En die begon direct over Anderlecht en dus, die gaat daar naar terugkeren. Die heeft zo'n liefde daarvoor. Ja. En niet op zijn 38, hè. Die gaat echt nog als een capabele, goede speler is, gaat die, wil die stap zetten. Ik hoop dat David dat ooit ook doet. Ja. Dat zou wel maar het is anders, want je hebt over neerpeden, je hebt over die... Ja. En daar, op dat vlak zijn we dan geen topclub. Maar dat is aan het komen. Maar ik denk dat Sambaro ook weer, hebben ook heel, heel sterk die jeugd weer belicht. Ik denk dat, dat we dat echt moeten doen, zeker. Ik zie steeds meer reacties ook. Mede nu stakker. Ja. Dat is dan mede neerpeden. De U15 van Gent is heel beloftevol. Eigenlijk alles vanaf de U15 tot de jong Gent, nu niet, maar tot de U21 zijn echt heel goede voetballers. Ja. En we zijn daar ook heel veel aan het investeren. Want bijvoorbeeld, vorig jaar waren die twee Abdoulaye's gekomen. Jammer genoeg gaat Abdoulaye waarschijnlijk weg aan de spits. Maar dat zijn wel echt zo'n voetballers dat je jeugd mee kunt uitbouwen. Ja. En dus stappen aan het zetten. En daarvoor denk ik dat Franke echt goed is, die zo'n jeugdspelers een kans heeft. Want ik had het geteld, Franke heeft door heel zijn Genk-periode dit jaar 22 spelertjes. Allee, tussen de U11 zo. Al is het maar 2 minuten, heeft hij wel zo'n kans gegeven. Hij werkt met de jeugd. Ja. Maar ik denk ook wel dat er DNA van Genk zit. Maar Baro trekt hem ook niet zomaar aan. Hè. Dat is waar. Baro is zo... Die man blijft mij verbazen, hè, want Gent is nu nog maar nog geen jaar van hem. En er is een heel plan uitgetekend waar weinig mensen van af weten. En degenen die ervan weten, mogen er niks over zeggen. Maar als je er dan ook mensen over hoort praten, is het van maar als dat zo allemaal gaat gebeuren, gaat Gent de zotte club worden. Gelijk dat Toelen ook zei. Gelijk dat Toelen zegt, maar er zijn nog mensen die zo'n dingen zeggen. Maar dan, wat ik echt van verschoot, van die heeft nu Gent gekocht voor veel was 30 miljoen, 20 miljoen. Veel geld, bon. Ja, wat was 2 maanden geleden? Baro koopt een nieuw bedrijf in Antwerpen. Volgens mij ga je dat niet kopen, niet doen, als je niet zeker bent van je zaak. Dat is waar. Volgens mij is Baro zo zeker van het project Gent. Ja, dat zou zot zijn, ze. Dat hij daar toch al zo... Waarom zou je anders nog bedrijven gaan beginnen kopen? Ja, Baro heeft ook, dat is wat hij doet, hè. Ja, Baro heeft ook al zijn bedrijven, waar dat hij normaal gezien voor Gent echt zelf mee bezig was, heeft hij allemaal andere mensen opgezet. Hij is eigenlijk overal heeft hij de leidinggevende functie bijna afgegeven. Ja. Behalve Engeland. Maar ik denk dat hij een goede visie heeft. Ik ben ervan overtuigd. Dus ja, heel benieuwd hoe dat verder zich ontwikkelen. Mm-hmm. Oké. Dus om een populaire opinie af te sluiten. Jij zegt wel een topclub, Bernard? Ja, voor mij is het geen topclub. Ja, voor u niet? Diep in mijn hart wel, maar in de realiteit niet. Okay. Jentel, wat zeg je? Ja, een beetje gelijk, Cedric. Op weg, op de goede weg om een topclub te zijn. Veel potentieel, maar misschien nog net dat tikkeltje niet. Want momenteel spelen we nog vooral om in play-off 1 te raken. Ja, voor mij is Gent een topclub, gelijk dat Bernard zei. Maar gelijk hoe Gogo zegt op de Discord, veel Buffalo's hebben echt te veel hoge verwachtingen bij Gent. En dat komt onder andere door die 3 succesjaren, een beetje zo die 3 keer top 3 en 1 keer kampioen. Maar ik vind wel dat je dat nu mocht hebben. Ja, tuurlijk. Maar je mocht daar ook niemand mee afschieten. Nee, maar is ook niet bij elke club dan wel veel support zijn van, we gaan dit jaar... Tuurlijk. Allee, ik heb dat ook, hè, maar op het einde van het jaar... Maar denk dat Gent momenteel zo tussen top en subtop... Weet dat moet dus nog zo'n categorie tussen komen. We zitten niet meer in de subtop waar we in dat tijd hebben gezeten. Vroeger speelden we altijd 8e, zo rond die plaats. Mochten we blij zijn als we zo nog 3 of 2 halen. Ja, maar de manier waarop we dit jaar... Dit jaar mochten we nooit die plaats. Hoe zeker dat we er niet van waren in het begin van dit seizoen op de podcast, dat wij zeggen, loskampioen. Ik heb 3 flessen bruine rum ingezet, 3 maten die veranderd zijn. En met elk individueel gewet voor een fles bruine rum, dat Gent boven Anderlecht ging eindigen voor de winterstop. Ik was van overtuigd. Ja. Anderlecht speelde strontvoetbal. En nog altijd. Dus die staan boven wat onze... Dus ik was van overtuigd, natuurlijk. Ik had nooit verwacht dat die in de winterstop ging komen. Ja. Ik heb natuurlijk gelukkig een zakcentje verdiend om die 3 flessen te betalen. Ik had zoveel geloof in Gent. Het leefde echt. Hè, bij En ook op de ploegvoorstelling, man. Dat was ook echt... Ja, op zijn baasplein. Ik hoop dat dit jaar weer gaat zijn.
Als we daar geraken, hadden we dat dit jaar bijvoorbeeld al gedaan, dan konden we... Allee, we hebben niet zoveel nodig om echt vertrokken te zijn als een topclub. Hè, om echt dat stadion weer vol te krijgen met dat nieuwe bestuur, nieuwe vibe, nieuwe... Ja. Stel volgend jaar zo, stel het is mijn Franken of mijn Eenderwaag-coach en we winnen een prijs met Baro. Volgens mij, vanaf dat één keer met Baro gebeurt, gaan we wel daar echt bijna in rollen. En ga je dat ook merken. Mm-hmm. En sowieso gaan er weer mislukte jaren zijn. Gaan de routines komen. Hè? Ja. Want vorig jaar, voordat we die match op Cerkel hebben en dat we uiteindelijk ook play-off 2 spelen, zaten we ook wel echt in een goede vibe aan het komen. Hè. Ja. De stadion was schoon gevuld aan het geraken. Ja, zeker. Dus ook toen al het gevoel, oh joh, als we nu in play-off 1 zitten, het gaat elke keer een vol huis zijn. Ja. En ook daar weer net niet. En die supporters die twijfelden, hebben dan misschien weer afgehaakt. Ja. Maar vorig jaar vond ik het eigenlijk erg, want toen hadden we het echt in eigen handen. Ja. Als we toen wonnen van Oostende, zaten we erin. Die match. Ja. Hoeveel was dat dan weer? 1-3 of zo? Nee. Ik weet niet meer. Ik ben expres vergeten. Maar zo'n wedstrijden doen pijn. Snap je, nu dit seizoen is het over meer wedstrijden gebeurd. Dat is waar. Mm-hmm. Ja, is het gebeurd met mij, met dat bestuur eigenlijk ook gedaan heeft. Inderdaad. En ook Mike Welvin dit seizoen, en dan merk je ook aan de supportersaantallen. Allee, het is verminderd met de playoffs, maar het is niet verminderd zoals vorig jaar. Want vorig jaar was het echt toch wel dramatisch minder. Ik weet dat niet meer, dat er zo'n verschil was. Ja, nou verloren van Oostende. Ik denk dat het daar gemiddeld met 10.000 man, terwijl nu zal het wel iets rond de 30. Ik dacht echt inderdaad, het is wel een grotere klap toen. Ja. Like nu tegen Leuven ook, was het wel nog savavond. Ik denk dat veel supporters nu nog denken van, ja maar, en volgend jaar. Ja, en die barragematch. Ja. Jammer dat het away is. Ja, dat is. Maar terecht ook dat het away is. Ja. Het is volste recht van de POV-club om. Ja. Dus dan gaan wij misschien nog Europees spelen en de zesde Antwerpen. Dat vind ik wel echt een beetje zo. Maar boeien, ik ben blij. Dat is vreemd, maar oké. Okay. Ja, kijk, het is voetbal. Voetbal kan alles. En voetbal is raar. En België is daarbij nog. Ja. Maar zou Gent het niet beter hebben dan Antwerpen? Ja, grote kans. Maar dat is speculeren. Ja, nog een leuk vraagje misschien voor Bernard. Playoff van of niet? Playoff van? Of gewoon een reguliere competitie alleen? Het is spannend, hè, maar nee. Voor mij niet. In het begin wel. Ik heb lang tijd gezegd van wel, maar nee. Het is toch die halveren van die punten. Maar technisch Union gezien... ook nu. Alleen Brugge die kampioen wordt, dat is eigenlijk dat voel ik niet eerlijk. Dus vooral die halveren. Dat mogen we hier niet zeggen op de podcast. Kom op. Ik kan maar zeggen dat scenario was, stel dat Brugge kampioen wordt, dan heb je iets heel oneerlijk, maar, dat heel oneerlijk aanvoelt. Maar oneerlijk niet, want ik vind, je kunt perfect, als je zonder play-off speelt, kun je perfect kampioen spelen zonder tegen de top 6 in heel de competitie punten te pakken. Door die play-offs en die halvering van de punten, moet jij kampioen spelen door tegen alle topploegen van de competitie? Wie is voor u de verdiende kampioen? Iemand die een heel jaar het best was, of iemand die het best was in de play-offs? Ja, dat is het. En voor mij is de voetbalkampioen iemand die doorheen het hele jaar de beste ploeg was. Dat is het verschil tussen competitie en beker. Hè. Beker, dat is een momentopname. Ja. En een hand seizoen in de competitie is, je moet heel het seizoen top zijn om kampioen te worden. En dan, stel nu gelijk nu Union in die play-offs zitten in een dipje, dan gaat ze weer zo wat bottelen. En dan, weet je, ze zijn heel het seizoen de beste geweest. En dan nu zo, Maar dat is dan mijn punt van mijn Union. Maar Union heeft ook in de competitie tegen alle top 6 ploegen goed gespeeld. Dus Union zou het in het algemeen inderdaad veel verdienen. Maar het is voetbal en in voetbal kan alles gebeuren. En dat vind ik het leukste aan voetbal. En veel mensen schieten mij daarvoor dood, voor zo'n Schwalbes en zo. Ik hou daarvan, van zo'n dingen, want dat is voetbal. Eigenlijk, wat was het over het laatst? Houdt van Schwalbes? Ik hou van Schwalbes en zo. En dat was met Gogo op de Discord. En Gogo zei van dat hij graag een trainer wil volgend jaar die mooi voetbal, omdat dat bij Gent moet. Mm-hmm. En dat is misschien ook gewoon omdat ik in het sfeervak zit en dat ik zelf niet veel naar de wedstrijd kijk. Maar van mij, gelijk hoe Real Madrid won tegen City, winnen is winnen. Dat maakt mij niet uit. 2-0, 1-0, 2-1. Allee, de score maakt mij niet uit. Balbezit maakt mij niet uit. Ik wil gewoon op het einde van de wedstrijd zien, we zijn gewonnen. Ja. Ik weet niet, ik zit daar zo mee. Ik hou wel echt van mooi voetbal en als dat af en toe keer verliezen is. Dat is leuk, maar dan wint je prijzen. Ik vind dat hij in zijn verdienst is ook, dat hij dat DNA een beetje geïnstalleerd is. Want we hebben heel lang geen DNA gehad. En ik denk dat dat toch ergens een beetje als ploeg moet hebben. Dat daar wel moet van kunnen afstappen. Ja. En dat is zo, weet je. Het doel heiligt soms de middelen in een voetbalmatch. En soms moet het. Real Madrid heeft op de juiste manier aangepakt.
Maar Real Madrid heeft ook wel een DNA. En, voilà, en daarvoor, want veel mensen zeiden dan van ja, maar Real Madrid zou geen terechte Champions League winnaar zijn. Ik vind van wel, want de beste ploeg van Europa, beste voetbalploeg van Europa, van de wereld, moet zich aan alle manieren van voetbal kunnen aanpassen. Ja. En daarvoor inderdaad het DNA bewaren. En Franken is daar heel goed voor, want Franken kan dat. En hij heeft dat ook gedaan dit seizoen. Gelijk op Antwerp, hoe dat wij daar op een anti-voetbalmanier zijn voetbal. Klopt. Dat is anti-voetbal, maar anti-voetbal is ook voetbal. Maar pas op, dat vond ik nu nog geen anti-voetbal. Anti-voetbal is echt gelijk dat Leuven op dit moment deed. Ja, dat is ook. Zwalbes en... Dat is ook voetbal. Zijn, er is nog een verschil tussen gewoon verdedigend voetballen voilà. En echt anti-voetbal. Ja. Want maar, Leuven met momenten, maat. Nu komt dat je net zei, van ik hou van Zwalbes. Ja, en nu ga ik dat uitleggen. God, verdomme. Nu ga ik dat uitleggen. Ik hou van Zwalbes, maar, en dat is gewoon dom in België, de scheidsrechter moet wel een goede draad hebben in de manier van Zwalbes. Dat is mij echt al opgevallen, hè. Dat ploegen hier komen in Gent komen winnen en dan ze minutenlang op de grond liggen en die zetten we een keer geen geel geven. Wij hebben daar ook scheid van. Maar wij doen dat ook. De Samazen, man. Die had het niet anders. Ja, maar die keeper op het einde, het is dat zo. Het verstaat zo een keer zo stamp geven en die keeper hem daar op de grond gaan leggen. Geef hem geen belachelijke gast. Dat is hetzelfde als wij nu. Hoe kun je dat vergelijken? Leuven is in principe dit en wij zijn allez, drie keer op zo. Op een moment dat in de keepers af krampen. Zo dus voor Leuven. Van wat kun je niet krampen. Maar voor Leuven is dat leuk om te komen winnen in Gent. Dus geef een keer ongelijk. Maar doe het dan deftig. Dat is voetbal. Ik haat Zwalbes. Maar wij zijn dat toch niet? Ja, zeg net. Dat is een verschil. Dus wij willen dat toch niet zijn? Dus ja. Wij maakt dat niet zelf, gelijk, als Samaas zo valt... Ik herg mij. Dus, ik ben hem aan te moeden. Nee, echt. Zal meer gaan ergeren, ik ben het er niet mee eens dat hoort bij voetbal. Nee, ik ook niet. Nee. Ik vind wel dat de scheids wel strenger mag optreden op vlak van Zwalbes. Ik zeg niet dat Zwalbes in het algemeen niet mag. Want zoals ik zeg, dat hoort bij voetbal. Maar gewoon zo echt een regel doen van... Maar dat is ook moeilijk bij Zwalbes. Je kunt bijna niet zien maar dat Zwalbes of niet. Nou, jawel. Soms is het heel duidelijk, maar soms ook niet. Nee. Like, als keeper zich zet, dat kan echt zijn dat die keeper gewoon... even wil zitten. Mm-hmm. En oké, Maar voor wat, gelijk die keeper van Leuven, voor wat zo tijd krampen had? Weet je wat ook vaak is? Als keeper zijnde, vaak doorheen een wedstrijd, heb je ook krampen, maar dan doe je daar niks aan, omdat je denkt van... Nee, dat is toch niets ambetanter dan een match waaruit dat tempo gehaald wordt, op een manier... Ze moeten een voetballende manier vinden. Nee, voor de bal voetbal. Te kunnen... Nee. Ik vind dat... Dat is mijn terroristische reden. De Rode Duivels daar, Frankrijk, het WK, die halve finale. Ja, maar dat... Kan nog maar eens. Maar dat is toch... En dat wordt beloond, hun gedrag. En ook geen hele kaart. Nee, geen hele kaart, niet genoeg tijd bijgekomen. Dus dat wordt beloond... En dat is eigenlijk heel jammer. Maar dan anders kunnen we daar nog een verlenging krijgen. Maar voilà, dan is het toch de taak aan de scheidsrechter om daar... Maar dat doen ze niet, dat is het probleem. Ja, maar dan... Kijk, die keeper van Leuven, hoe dikwijls het... 20 seconden dat hij dat nodig voor een uittrap, dat ik denk, kaart geven. Ja, ik vind ook. De regel is hoeveel? 15 seconden. Ook zelf, als ik op het plein sta, vind ik altijd... Heel vervelend als een scheidsrechter niet optreedt tegen het. Ik vind dat verschrikkelijk irritant. Ja. Ook gewoon spelers van Gent. Samoise kan allemaal, die kan al een keer een swapje doen. Dat ik denk, Mathies, ik zou een keer recht van eind komen. Dat is niks. Het is een popular opinion van u. Ja, kijk, ik heb een keer een popular opinion. Ja. Ik ben al aanzien altijd. Nee, echt, ik erg me dat dood. Misschien is het ook omdat ik zelf keeper ben geweest en dat ik ook dit gewoon kan hebben. Zelf gewoon zo'n showmanneke. Ik heb vooral, weet dat, zo voetbal op zo'n pleintjes en zo. Ja. En dat doe je dan niet. Maar ik ook, ik duik op pleintjes helemaal naar mijn benen laten lopen. Daar had ik geen Zwalbes op pleintjes. Daar was dat echt not done. Als je dan, dat was op een gegeven moment een gast die in een periode kwam en deed dat echt de Zwalbes. En echt iedereen vroeg erop van, kamerad gaat dat je niet doen. Maar weet je wat het is? Daar heb je een scheidsrechter. Ja, maar als je in een jeugdploeg voetbalt, heb je wel een scheidsrechter. Ik was even niet bij een club aangesloten. En dan heb ik elke donderdag in plaats van te gaan trainen, gingen we gaan voetballen in een zaal. Mm-hmm. Met wat kameraden, kennissen, uiteindelijk via ook. Zonder scheidsrechter. En wat er dan overblijft, is eigenlijk heel schoon. Hè? Dat is ook echt gewoon puur voetbal. Ja. Maar dat kun je niet doen op een competitie. Je kunt niet zeggen, in een competitie voor het is een romantisch beeld. Ja. Maar we moeten zo dicht mogelijk proberen aanraken. Ja, maar ik hou echt van zo de voetbalcompetitie van Zweden en zo. En van die, omdat ze daar geen VAR hebben. Ben ik zo deels voorstander van VAR. Nog zoiets, ja. Als het goed gebruikt wordt. Ik ben voorstander voor VAR gelijk dingen van, is de bal over de lijn? Is het buitenspel dit, dat, niet? Maar zo gelijk van fout en zo, dat is zo onnatuurlijk. Ja, en ik wil niet dat voetbal een robotsport wordt. Ik wil niet dat dat eigenlijk FIFA wordt. No.
Maar als het echt mega juist kan, zoals in het TK dat nu gaat komen, ik zeg altijd, soms zijn dingen tegen u, soms zijn dingen voor u. Als, ja. dat, ik erger mij daar soms zo hard aan, hoe lijkt hoe dan er dingen tegen Gent wordt, maar de volgende dag ben ik dat vergeten. En ik heb ook al dingen gezien dat omgekeerd zijn, dat wij in ons voordeel hebben, en dat ik denk van, ha, we maar zijn daar door gewonnen. Ik ook altijd dubbel voor. Maar dat is dan ook zo van, ja, dat is, er zijn soms, gelijke wedstrijden opnieuw spelen, ik had het ook gezegd met Anderlecht en Genk, dat was inderdaad de meest foute manier ooit. Maar wedstrijden herspelen doe je niet, want in voetbal zijn er soms dingen in je voordeel en in je nadeel. Ja, maar stel nu dat Gent... Maar in België zijn er gewoon heel slechte scheidsrechters. Een bepaalde fase in zijn onterecht in zijn voordeel krijgt, daar heb je ook een dubbel gevoel aan over. Stel nu, Gent krijgt een penalty die eigenlijk echt geen fout was, dan ga ik ook wel denken van, eigenlijk was dat geen... Ik heb dat echt niet. Bernard, wat denk jij? Ja, ik vind... je zou zo naar... Alles van zwart-wit, wat heel overduidelijk is... Daar wil ik VAR ingrepen voor of zo. Of alles. De bal over de lijn. Zo en buitenspel. Dat begrijp ik ook niet dat er nog altijd niet mogelijk is om een bal in die chip te steken. Een chip in die truitjes. En dat gewoon automatisch weet van offside. Of maar dat positie, is, ik denk niet dat mogelijk is. Want zo, is moeilijk, als je je chip hier hangt, maar hij loopt zo, waardoor dat dit punt buitenspel is. Ja, maar dat spreekt hij dan af. Ja. Iedereen dacht zelfs dat BH'tje zo, wat al een hartslag en wat is het allemaal. Ja, en hij steekt daar bij iedereen een chip in en dat begrijp ik niet goed. Maar zo de dingen die zwart-wit zijn, alles van interpretatie, laat dat dan nog aan de scheidsrechter. Dat kunnen maar het probleem is, in België hebben we gewoon echt slechte scheidsrechters. Ja, dat kunnen we niet onder stoelen en banken steken. Ja, zonder, maar ook een slechte VAR. Ook een slechte VAR en dan is het nog frustrerender. Maar daar is het, bij de VAR heb je nog het argument, wat ik ook snap, ze hebben echt gewoon niet het materiaal om, zoals in Italië dat zeker, met zo die 3D-technologie en zo. In Italië hebben daar is het gewoon op een knop duwen en dat systeem doet dat is daar. En soms is het hier van, dat duurt er 7 minuten. Maar die mannen moeten frame per frame zo gaan kijken, alsof dat Adobe Premiere is. En dan gaan inzoomen en lijnen trekken aan de hand van de veldlijnen. Terwijl ik snap soms gewoon niet dat het zo lang moet duren. Want soms is het echt gewoon al, niet anders al met zo'n systeem. Duidelijk op een gewoon scherm. Denk van, die staan een meter buiten het spel. Ja. Dan denk ik van, moet dat met dat lijntje dan doen? Als het niet lukt met dat lijntje, dan moet met dat lijntje, want in België ga je anders weer het hebben van, maar het zijn weer die Belgische scheidsrechter, het zal wel fout zijn. Ja, je moet wel iets van bewijs kunnen tonen. Ja, ik weet het, maar... Ja. En het is jammer dat het zo lang duurt, maar het moet nu lang duren. Daarom moet België echt investeren in veel betere VAR-technologie en gewoon opleidingen van scheidsrechters in het algemeen. Ja. Maar ik heb zo'n keer een interview gezien met de nieuwe scheidsrechtersbaas en die zei dat wel gaat gebeuren. Ja, dat kost echt veel, ik had dat ook eens opgezocht, man. Dus goed, volgende puntje. Sorry voor mijn popular opinion. Normaal ben ik altijd straight. Niet excuseren voor mijn mening. Hè? Ook vooral, Gogo, ik weet dat je nu dingen aan het kapot smijten bent. Pech voor u. Dat was ook iets in de mol trouwens. Ik denk dat misschien andere kandidaten soms wel ambetant vonden. Dat hij zo hard voor uw mening werd of zo, soms. Ja, ik denk Lulu en ik, Charlotte ook, we waren wel vrij gedreven en competitief. En dan botst dat soms. Hè. Maar dat was al voornamelijk onder elkaar, de twee competitieven van de groep. Ja. We hebben daar wel een keer gekletterd, maar we konden ook altijd uitspreken. Dus dat hoort erbij. Hè. Ja, gelijk in het begin daar, dat je daar direct die dingen pakt, die verdubbelaars. Ja, maar dat was super impulsief en competitief. Van, ik ga daar opduiken, dat ga je iets waard zijn, dat ga je iets... En dan ook zo zonder aan de gevolgen te denken. Want direct wel een bepaalde positie genomen in de groep van... Maar ik vind dat soms ook dat mensen zo wat te veel judgen van... Ja, allee, die speelt al zo, maar het is een spel, hè, uiteindelijk. Ja. Allee, mensen zeggen soms zo van, die is hard, die is... Dat is geen leuk persoon of zo, maar je bent die persoon in dat spel. Dat is niet per se u. En dan zou je zelf zijn. Ja, voilà, als het over geld gaat, en veel geld, meestal. Ja, ik kon ook alleen maar mijn eigen zijn in dat spel. Hè. Ik ga me niet anders voordoen, dus. Maar bij sommige mensen zullen dat dan waarschijnlijk anders aanpakken. En als die dat niet kunnen plaatsen, van iedereen doet het op zijn manier, is jammer voor hen. Ja. Goed. Barometer was zeker dat we nu gingen doen. Is goed. Dus Quinia, wat is jullie cijfer? Was dat op vorige week? Vorige maand heb je dat opgeschreven? Nee, niet opgeschreven. Ik denk dat vorige maand iets op een 6 op 10 was. Of een 7, 6 of 7 op 10. Maakt op zich niet uit, maar... Ja, je mocht echt je komma getallen tot het oneindig gaan. Je mocht zeggen 6,99999. Maar ik zal een keer overlopen dat we gedaan hebben. We hebben 0-3 gewonnen op Westerlo, 2-1 verloren van Leuven, 3-1 gewonnen van Mechelen, 0-2 gewonnen op Sint-Truiden, 3-2 gewonnen op Westerlo. We waren al zo goed als zeker van winst in play-off 1. Play-off 2, excuseer. We hebben dus veel gewonnen, maar dat was vaak op efficiëntie. Dat waren vaak niet echt goede matches of zo, maar
op efficiëntie vooral. Maar we spelen wel play-off 2. Ja. Maar ja, dat was, ja, dat kon je niet meer doen. Daardoor ga ik nog altijd geen hoogpunt geven. Ja, idem. Ja, dat spelen mij ook wel. Maar bon, ik heb wel dan, in mijn hoofd heb ik nog altijd wel dingen van naast het voetbal. Gelijk een nieuwe coach, een nieuwe sportief en technisch directeur. Maar dat was al in april niet, hoor. Maar dat is nog niet gezegd, hè. Dat is, dat is nu, het is gewoon naar het einde van het seizoen toe. Het is april, dat meer en meer in mijn hoofd ben te spelen. Ja, voor mij krijg je een 5. Sorry, april is echt een dode maand, vraagend. Maar ik dacht dat ik streng. Ja, maar de hype is ook gewoon streng. Maar ja, serieus. Bedoel, de hype is ook gewoon echt klein, hè, nu. Ja, het is staaf. We konden zo hot zijn op dit moment. En we konden echt die play-off 1 aan het spelen zijn en aan het knallen zijn. En maar we hebben het gewoon niet gedaan. Dan is dat streng, maar voor mij een 5. Omdat we ons ding doen. Het is niet gebuist, we doen ons ding wel in play-off 2. En we gaan die barrage match spelen. En als we hem winnen, dan gaan we misschien naar een 6 voor dit jaar. Ja. Of een 6,5. Maar op dit moment, een 5. Ik ga akkoord. Of ik geef dan wel nog een 6. Ja, ik geef ook een 6. Gewoon puur om naast de rumors en gewoon hoe dat alles in elkaar aan het vallen is, geef ik een 6. Oh, ben ik nog vrij. Positief. Positief, ja. Hij is altijd positief ingesteld. Hey. Dat is gewoon niet pas op, ik ben ook wel streng geweest. Nee, gewoon de maand april zelf, gewoon een droge 7. Ik vind een 7 veel te hoog omdat we puur geen play-off 1 spelen. Ja, oké, maar in de maand april kunnen we dat niet aan doen. Hè. Ja, kijk, maar dat is nog waar. Altijd. De maand april zelf met gewoon, de hebben we alles gewonnen behalve die ene keer tegen Leuven. We waren zeker van winst, play-off 2. Zelf als de match niet zo goed waren, hebben we ook gewonnen op efficiëntie. Dus denk ik zelf al wel. Het gemiddelde is 5,75. Ja. Ja. Dat hun, als, net erdoor. Ja. Ik ben daar blij mee. 5,75, de barometer. Zoals ze zeggen, baro is de meter, dus baro moet het stijgen. Op zich, ik volg je wel, hè, maar is het wel echt allemaal tegen ploeg die pak minder zijn dan ons, kwalitatief. Allee, bedoel, en misschien ook gewoon geen motivatie meer hebben. Ja, geen, ja het is dat. Ja. En ook, we zijn over. Jij kijkt de maand zo apart, maar bij mij is echt apart. Ja. Die maanden van daarvoor ben ik niet vergeten. Nee, heel een boekentas dat ik heb. Ja, en die resultaat die opstond, is dat in een competitiemaand? Ja, dan spreekt het over een 8 of een 9. Of, tuurlijk. Dan heb je het gewoon super goed gedaan, hè, maar het geheel van die play-off 2. Maar wat ook meespeelt natuurlijk, je voelt wel dat iets aan het gebeuren is in Aachen. Ik denk dat de supporters vrij veel vertrouwen hebben in wat er aan het gebeuren is en waar we naartoe aan het gaan zijn. En dat is wel heel leuk, dus daar kunnen we wel een hoger punt opgeven of zo. Ja. Oké, goed. Het volgende dan. Ja. Ik ga water bijvullen. Ah, oké. Wat? Ik hoorde Bernard daar straks zeggen van, als ik veel praat, heb ik altijd veel dorst. Dus ik dacht, we gaan onze special guest hier niet laten uitkomen. Of zijn de leerlingen van de Parel in Huizen hebben straks geen leerkracht meer. En voor hetzelfde als een Bruis-supporter, dus ik ken het. Oh ja, stel je voor. Niemand ik een Bruis-supporter als leerkracht krijgen. We gaan een beetje transferactualiteit doen. Ja, zeg een keer. Fabrizio Gantoise, hoe is hier actief op Twitter, jongens? Dat zijn bijnaam. Ik ben de transferman, ik weet alles van transfer. Ik heb zoveel bronnen. Nee, is niet waar. Ik doe gewoon heel goede research eigenlijk. Want veel mensen vragen mij, hoe kom jij aan al die weetjes? Ik ga het nu ene keer zeggen. Ik zoek KH Gent op Google, op Twitter, in het Frans, in het Engels. En je vindt het, soms komen we zelf dingen in het Zweeds tegen. Gelijk nu. Ik heb 4 Zweedse bronnen gehad voor 4 spelers. Zeg ik er uw geruchten. Ik heb ze eigenlijk opgeschreven met een tekstje erbij. Met al de samenvatting. Want ik heb ze geanalyseerd voor jullie. Oef, mooi. Heel benieuwd. Professioneel en al. Ja. Ik zal beginnen met diegene die vandaag is gekomen en dan terug gaan in de tijd. Vandaag stond er in de krant, een Zweedse krant of een Noorse krant, stond er plots, een Duitse krant, want het was van Hertha Berlin. Wilfried Kanga van Standaar, dus die is nog altijd eigendom van Hertha Berlin, die gaat terug naar daar. Hij heeft 15 goals en assist bij Standaar op, denk ik, 30 wedstrijden. Na dit seizoen gaat hij terug naar Hertha Berlin. Maar Hertha Berlin sluit niet uit dat hij mag vertrekken. Gent zou zich hebben gemeld en zou interesse tonen. Het is natuurlijk wel een speler met een hoogprijskaartje. Ja. Zijn marktwaarde ligt net onder de 3 miljoen. Hij heeft nog een contract tot 2 jaar. Dus dat zal wel richting de 5, 6 miljoen gaan. Dat is wel een waar je iets aan hebt. Hè? Ja. Dat is echt zo'n kapstok. Geen penalties laat trappen. Ja. Maar dat is wel echt zo'n kapstok. Gelijk dat de Poitre geweest is. En dat je nu niet meer uit hem kunt krijgen, denk ik. Dus ik zou er wel voor zijn. Ja. Maar je gaat straks iemand anders horen waar je gaat denken, we hebben die Kanga niet nodig, want anders heb je 2 zalen spelers. En die een ander is veel beter en veel jonger. Maar de volgende is
dat waren er echt twee die ik nog nooit van gehoord heb. De eerste is Edmund Baidoo, blijkbaar wel echt een supertalent. Beetje Sonko-hype-achtig. Het is een rechtsbuiten. Hij heeft op 10 matchen 9 goals/assists. Hij speelt bij OBS Ligagen in de Noorse tweede klasse. Hij is 18 jaar en hij wordt gevolgd door heel veel grote ploegen. En hij wordt gevolgd door heel veel Belgische grote ploegen. Ja. Dus Gent hopelijk zo kunnen snatchen. Daar heb ik zo wel echt een beeld over. Ja, ik had zijn highlights gekeken en een volledige wedstrijd. En allee, het is wel echt iemand... ik weet niet of Stijn was of die andere. Ik denk dat Tijd was. Hij gaf mij echt zo Kante-vibes. Zo van voetballen. Kante. Van N'Golo. Ja. Maar hij zegt dat een winger is, of wat? Ja. Om Kante. Ah, het zal die andere zijn. Sorry. Die andere, de volgende, Malik. Malik Jalkolé is een middenvelder. Die was gisteren aan het spelen tegen Molde of Malmo. Denk Malmo. Want dat is Elijah zijn ploeg. Sorry, Elijah. Is Zweden of is Noorwegen? Molde is Noorwegen. Ja, deze is van Zweden. Want ja, hij speelt bij Gothenburg. Ja, dan is Malmo. En die is dus een middenvelder. En die heeft echt de voeten van Kante. Ook hoe rustig dat hij aan de bal heeft. Hij heeft 1 goal bij Gothenburg. Maar hij is echt zo beloftevol, blijkbaar. Ja, de Ajax en PSV zitten ook achter hem. Dus zeker als Ajax achter u zit, wil dat ook wel veel zeggen. Dat is waar. Hij is ook, denk ik, 18 jaar. Ik plaats de tweet op Twitter en direct iemand die compilaties maakt. Die echt die competitie heel hard voelt. Die is echt supergoed. Super beloftevolle voetballer. Hij zit daar ook wel nog niet zo lang. Dus dat zou wel een reden zijn waarom hij niet zou weggaan, omdat hij daar nog maar een jaar zit. Ja. Maar je weet nooit. En dan de andere, degene die ik ook naar jullie had gestuurd, waar Niels ook had op gereageerd. De naam is echt een ramp om het uit te spreken. Het is een IJslander. Zijn vader heeft ook al in België gespeeld, maar ook bij ploegen zoals Chelsea, Real Madrid, Sunderland. Ja. Sunderland. En de naam is André Gudjonsson, zoon van de grote Gudjonsson. Hij is de topschutter Zweden zeker? Ik weet het niet. Elijah schiet me niet dood, sorry. Ik heb mijn research niet zo heel goed gedaan. Nee, hij is een topschutter, wel, maar met 15 goals. Hij heeft ook 1 assist op 30 wedstrijden. Maar zo op 30 wedstrijden heeft hij hoogst al van nog. Ja. Ik ben van mening, een goede spits scoort toch 1 keer om de 2 matchen. Zo. Hij zou blijkbaar zijn medische testen in juni doen. Het zou echt bijna rond zijn. Het zou via Vidarsson gebeurd zijn, onder andere. IJslander en IJslander. En zijn vader zie je het ook zitten om België als tussenstop te hebben. Dat is denk ik wel goed dat hij zo wat begeleiding heeft van iemand. Die is echt een spits, 1,88 meter. Heel goed zo infiltrerende spits, die toch wel goed is op de korte ruimte ook. Zijn vader kent het wereldje. En hij komt van Real Madrid. Ja. Hij is een grootvader. Ja, wat? Hij is een grootvader ook. Grootvader ook. Ook bij veel grote ploegen. Barça. Ja. Dat is wel direct een naam, hè, dat is zo druk. Dat moet moeilijk zijn. Zoals gelijk zo Cristiano Ronaldo, zijn zoon. Ja. Allee, blijkbaar kan die ook goed voetballen, maar je hebt wel de zoon Ronaldo. Ja. Allee, zelf de zoon van de zotte Ronaldo. Dat is ook gewoon Cristiano. Ja. Ja. Cristiano Junior. Ja, ik vind het eigenlijk raar dat mensen dat nog steeds doen. Gewoon Cristiano Junior. Allee, het is uw dochter zeker dat hebt. Ja. Oké, moest een zoon zijn, zou toch raar zijn, Bernard Junior? Ja, nee, ik zou het nooit doen. Zeker voor een dochter. Laten voetballen. De IJslandse namen zijn al wel leuk, hè, met die Sun daarachter. Dat is wel iets. Die zou blijkbaar echt al bijna volledig rond zijn, die transfer. Ik zeg het u, dit is puur van horen zeggen, dit is ergens nog officieel geschreven. Het is wel officieel geschreven dat hij in België zou geweest zijn. Blijkbaar dit weekend tijdens de wedstrijd ook, maar... Oei. Ik kan Monsters niet zien. Ja, het zal hem afgezet hebben. Het zal gezegd hebben, ik ben weg. Nee, kijk, dat zijn voorlopig de 4 transfers. Willen jullie meer transfers weten en op de hoogte blijven? Join de Discord, link in bio. Yes. En of hieronder als je op YouTube kijkt, natuurlijk. Ik zeg het in de Discord. Ik had het weer getweet tegen Leuven en weer 10 nieuwe mensen gekomen. Dus ik komen er altijd wel een hele hoop nieuwe mensen bij. En die domme mensen zijn allemaal over. Nee, is niet waar. Jullie zijn niet dom. Jullie beginnen dan allemaal over dingen te typen. Rustig, stop maar. Nee. Ik hou van de Discord. Ja, dat is echt zalig. Ja. Oké, goed. Pronostiek? Nee, coaches bespreken. Want ik heb nog een analyse gemaakt van Wouter Franke. Ah, oké. Okay. Sorry. Ja, het nieuws is ondertussen officieel uit. Wouter Franke is buiten gezet. En dat is niet officieel dat hij naar ons gaat. Hè? Nee, maar hij is buiten gezet bij Genk. Ja, en Heijn gaat weg. Want dat was, veel mensen vroegen zich af van hoe zit dat nu? Want stel, Gent had hem echt overgenomen. Moesten wij 2 miljoen betalen of zo? Ja. Gingen we echt veel mogelijk betalen, terwijl nu is het eigenlijk
gratis, omdat zij een beide hebben geshot. Ja. Maar ik heb dus opgeschreven, Ja, Wouter Vanke heeft dit seizoen op 51 wedstrijden een gemiddelde van 1,55 punten. In vergelijking met Heijn dit seizoen is dat wel echt een stuk slechter, want Heijn heeft 1,82 punten op 55 wedstrijden, dus 4 wedstrijden meer. Vanken heeft 20 wedstrijden gewonnen, Heijn 23. Vanken heeft 17 gelijke, Heijn 13 gelijke. Dat is Europees bijgerekend. Alles, alle wedstrijden beker. En zij speelden ook Conference League. Hè? Ja. Ja. Maar ze hebben dan ook nog wel zo die barragewedstrijd van Champions League. Ja, ja, juist. Ja. En dan all-time heb ik ook opgeschreven. All-time, Gent, Heijn in de tweede periode bij Gent, heeft hij een gemiddelde echt nog hoog op 200 wedstrijden. 1,77 punten. Per match, en Vanke heeft op 93 matchen 1,75 punten gemiddeld. Oh. Ja, ongeveer hetzelfde. Maar ik denk als je Vanke zijn periode van vorig jaar, dat zijn de gemiddelde punten wel echt heel hoog liggen. Heb je ook de gemiddeld aantal punten van Heijn zijn eerste periode? Nee, ik denk dat hij iets in 80 was, als ik mij niet vergis. 1,80, ja. Maar ik zal het ondertussen opzoeken, als je een beetje woorden kan. Ja, oké, is goed. Want ik had zo het gevoel dat zijn tweede periode slechter is, maar het kan misschien anders zijn. Ja, dat is ook slecht in zijn tweede periode. Ja, zijn eerste periode was eerst kampioen, dan een keer tweede, dan een keer derde. Ja, dus al... ja dat klopt, ja. Maar in het begin wel niet zo. Alleen, ik herinner me nog dat we aan de winterstop van 2014-15 echt zo zeven of zo stonden. Ja, maar hoort er wel kampioen. Het is, dus het is blijkbaar toch minder. 1,73 op 168 wedstrijden. Oh. Kijk, ja. Dat is nog zot, hè? Oh. Blijkbaar, amai. Dat was in zijn tweede periode eigenlijk meer punten heeft gehad. Uitgebreid kan ik, zal ik wel een keer. Wel een keer benieuwd hoeveel punten dat gemiddelde waren van het seizoen van... Ah nee, dat kunnen we niet zien. Heeft toch wel in elke periode een prijs gepakt, hè? Ja. Daar draait het dan om, hè? Ja. Klopt. Ja. Zwaar. Volgens sommigen nog te weinig prijs, maar... Ja. Oh ja, ja. Ja, maar met Torup hebben we Torup daarvoor een prijs pakken en we hebben hem niet gepakt. En we viel ook wel over te zeggen, hè? Het was in dat coronaseizoen dat we tweede eindigen, zo gezegd. Alleen na 29 matchen. We zouden nooit eerste kunnen worden. Want... ik weet dat niet. Brugge stond ver, maar het was wel weer halvering. Ja. Dat was 11 punten verschil, zeker? Ja, 10 of 11, zoiets. Ja, dat, nee. Maar, dan, maar die laatste speelmatch van de reguliere competitie moest nog gespeeld worden. Ja. En ik had al langs een keer gezien, we kosten nog... Stel niet dat wij verloren en de twee ploegen onder ons wonnen, werden wij gewoon vierde. Was dat 2019-20? Ja. Ja. Dus bij Zabrugge dan zoiets van 20 punten voor stond in de reguliere competitie, dan werd dat wel naar 10 of zo in de play-offs. Nee, 10 in de reguliere toch? Denk ik niet. Het zijn 15 punten in de reguliere. Ah, voilà, kijk. Maar 7,5. Maar het ging ook wel play-off van 4 geweest. Hè, als ik dus dan zou je kunnen gezegd hebben dat Torup misschien ook een prijs had kunnen pakken, maar hij heeft de kans niet gekregen. Dus, ja. Maar je beseft hoeveel dat is veranderd. Ik ben nu aan het kijken. Cirkels toen, dus toen Ton derde laatste. Ah, kijk, die zijn die zo... Amai, dat was altijd een Anderlecht stond achtste, Genk zevende. Ja, ja. Charleroi stond derde. Dat was mijn man. Dat is vooral zot. En Antwerpen stond vierde. Ja. Standaard nog vijfde en Mechelen op zes. Tijden veranderen. Ja, kan tijden snel veranderen. Keren. Zeker het Belgisch voetbal. Heb je nog iets over uw analyse van Franken? Nee. Oké. Okay. Ik hoop gewoon dat hij komt. Ja. Oké, dan gaan we naar Prono tegen Standaard. Wat denk je, Bernard? Als dat doet. Ik denk dat we gaan winnen. Ga je gaan kijken? Op Standaard? Ja. Nee. Oh. Nee, nee. Ga je soms op verplaatsing? Minder. Ja. Ja, ik heb dat vroeger wel echt heel veel gedaan. En soms denk ik daar wel nog een keer aan van, het zou toch nog een keer tof zijn, maar... Ik vind away days wel leuker dan thuiswedstrijden. Ja, ja, ja. De atmosfeer is sowieso beter. Begrijp het. Maar zij zo met zo'n klein groepje, of klein, dus als je naar West Ham of die gaat, dan zijn je echt naar 1000. En dan, maar dat zijn wel echt zo, die komen echt om lui te zijn. Ja. Dat zijn de echten altijd. Dat vind ik altijd zo raar. Gelijk op West Ham, we waren er allemaal bij... Dat was met 3.000-4.000 man zeker. Ja, 4.000. En weet, die roepen daar allemaal de long uit hun lijf. Maar dan gelijk in de planningsgroep waarin dat moet ik zeggen. Dan, ik weet niet, dus met zo... Gelijk nu tegen Leuven, dat was Ogarme een half vakken dat daar zo'n sfeer maakte. Dan denk ik van, waarom lukt dat dan niet? Ja, maar het zijn ook veel successen, zo gezegd, die dan meegaan. Maar dan en ook gewoon heel veel mensen die gewoon niet meer thuis meegaan. Mag wel. Ja, maar ik vind dat zo raar. Daar lukt het dan met 3.000-4.000 man. Er zijn bijvoorbeeld zo'n mensen die genekt zijn met corona en zo. Die zeggen van, ik wil geen abonnement meer kopen, maar dan ga ik wel nog. Ja, ik vind het gewoon zo raar dat in hun lampje niet lukt. Ja. Like, zeker tegen Leeuwen was wel heel triestig, moet ik zeggen. Als het aan mij ligt, is er elke wedstrijd sfeer. Dus ik doe altijd volle bakken. Ja, ja. Ik heb ook, ik heb tegen Leeuwen geprobeerd. Ik heb hun er al gezegd. Waar alleen? Ja, het was... ik had mijn mama mee. Moederdag, mooi cadeau. Maar ja, het was enkel jij ging, van de rest ging niemand tegen. Dus dat van, ik ga mijn mama mee pakken, dan heb ik tenminste vervoer naar daar. Een dag waarschijnlijk zo... Het is moederdag, maar het is ook voetbal. Wat doe ik? Ik ga ze gewoon meepakken. Ja, als we het allemaal doen, dan is het tijdverkocht. Ja. Ja.
Maar dus, normaal gezien zag ik dan op rij 5, zo, soms keer 4, soms keer 6. Heb jij daar een abonnement, Jan? Heb jij daar een abonnement? Daar gaan we niet verspreken. Maar dus, normaal zie je rij 5, maar dat van nee, met mijn mama, ik ga weten aan die balustrade gaat staan als ze binnenkomt. Nee. En die eerste 20 minuten heb ik daar staan zingen, dat ik allemaal zo ook doe. Maar letterlijk niemand rondom mij. En daarna zei je stop met zingen. Ik dacht, kijk, 20 minuten is lang, hè, om zo alleen te staan zingen. Ja, ja. Ja, ik sta soms 90 minuten te zingen. Ja, kom maar, op. Ja, maar hij staat beneden met andere mensen. Ja. Rondom mij was er dat is anders. Ik vond dat echt triest. Dan moet je zeggen, allee, meedoen. Dat was de allereerste keer in al die tijd dat ik naar Gent ga, dat ik dat niet graag was. Dat was echt triest. Ja, echt maar dat triestig, moet je terugkrijgen, maar dat heeft meerdere factoren. Dat was triestig, hè. Om dat zo alleen te staan. Zit je in het onderste deel of bovenste deel? Helemaal bovenaan. Ja. Dus de mensen die recht staan, ja. Het onderaan. Ja, maar ook dat vind ik ook geen van de factoren die... Ja. Want bij jaren van Helamco was het allemaal staan. Bij iedereen stond gewoon. Daar neerzit het gedoe, dat hoort niet dat in saai. Een spionkop. Anders kun je even gewoon in de zetel thuis. Ja. Ik had echt oprecht gezien, zelf in de 2v5 mensen die neerzaten. Ja, ik weet het. Ik dacht, ik schaam mij in die plaats. Ja. Dat is echt vreed. Ik zag daar ook gewoon zo mensen. Ik was echt kwaad. Ja, ik sta in het midden van de spionkop, echt zo helemaal vooraan naast de capo staan. Oh. En ik keek zo naar boven. En dan waren er gewoon twee mensen die gewoon zo vrienden. En ik keek ze naar en ik zo. Wat staat hier te doen? Ja. Wat waren echt nee, ik zeg zo, doe keer mee, doe keer je handen uit die zakken, doe je telefoon weg en doe mee. Kan anders, hè, daar zijn er lege plaatsen, ga daar gaan zitten. Dat ah nee, ja, ik heb hier mijn kaartje gekocht. Ja, doe dan mee. Ja, maar daar moeten oplossingen door geboden worden, door de club en nagezocht worden. En we hebben een heel mooi stadion en ons promenade vind ik fantastisch. Ja. Daar kan ik echt van genieten. En daar zijn we nu ook steeds meer aan het daar gebruik van aan het maken met die afterparties en zo. Ja, daar ben ik heel fan van. Maar in de tribune zelf, naar sfeerbeleving en zo, daar is het misschien iets te weinig rekening. Maar zeker in 2025, ik denk, ik zat er toen ook te denken, hè, van als je niet meezingt, zit je alsjeblieft ergens anders. Ja. Want het is echt triestig. Naast mij zijn er mensen die in de plaats willen komen, want ja, maar er zijn gewoon van die mensen die zeggen, oh, mag ik zit in 2025, ben echt zo, maar dan staan ze daar. Maar ook gewoon heel veel mensen, en dat snap ik wel, gewoon uit principe, dat is hun, ze zitten daar al zoveel jaren en willen daar blijven zitten. Maar het is dan een beetje moeite, hè? Allee. Ja, maar we hebben, de sfeergroep heeft nu een plaatje gekregen. We zouden graag meer plaatsen hebben natuurlijk, maar we hebben iets gekregen, we zijn daar heel blij mee. Maar doordat sommige mensen niet meedoen in 2025, en ook al zijn dat niet mensen van de sfeergroep, krijgen wij wel... De sfeergroep, negatieve commentaar van de sfeer is slecht. Terwijl wij met onze groep doen allemaal heel veel mee. Ja, maar het zijn ook. We zijn met veel, maar we zijn niet met 20.000. Dat is ook niet enkel jullie verantwoordelijkheid. Hè. Weet je, zou iedereen moeten. Ik denk dat je dat een beetje opneemt of dat soms zo overkomt. Maar ik denk dat die relatie verbeterd is. Ik heb ooit in het andere kamp gezeten. Ik heb, er is wat oneenigheid geweest. Je hebt dat veel tijd in de tribunes. Op een bepaald moment was dat niet goed, hè, niet wat je wilt. Hè. Dat de supporters onderling of weigerden om mee te zingen. Dus dat zijn we gelukkig voorbij. Maar ik denk dat je niet meer kunt doen dan het bruisend hart van de sfeer te zijn. En je mocht niet onderschatten hoeveel positieve invloed dat je nog altijd hebt. Hè. Hoeveel liedjes dat er wel doorkomen en starten. En dat gaat teruggroeien. Ik geloof daarin. Maar het zijn veel factoren. Je resultaten, dat is gewoon een serieuze boost voor je... Gent gaat... Maar de sfeer heeft ook invloed op de resultaten. Maar Gent gaat nooit dat publiek zijn dat standaard is. Ja. Dat gaat niet. We hebben een andere... Dat gaat niet. We moeten gewoon kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen krijgen. Ja. Staattribune. Ja. En de grafjes bijvoorbeeld. Staattribune en een beetje verbreden alsjeblieft. Ja, zie de kledlicht. Ik zie lichten. En een beetje verbreden. Ik zou graag gewoon zo zeker beginnen met zo de onderste paar vakken. Gewoon staattribune maken. Zo 224 tot 226. Echt, liefst heel tribune 2 natuurlijk, hè. Maar ik ga geen arm pakken als ik een hand kan pakken. Nee. Happy hour voor de match. Ja, vooral dat ook. Ja. Want wij komen er meestal door een tweede helft, dus ik ging niet toevallig. Nee. Oké, goed. We waren met de prono bezig. Juist, Bernard, wat denkt? Ja, op standaard 1-2. Okay. Wie scoort er? Voor Gent. Gandelman en Tussidali. Heel voorspelbaar. Maar ze twijfelen, enerzijds zo, omdat het Gent niet meer boeit, maar anderzijds omdat Sandaar is echt slecht. Zo'n dip op alle matchen. Misschien een keer overlopen. De laatste 5 matchen, dus die van Westerlo van Tukent niet meer, want die is niet doorgaan. 4 keer gelijk en 1 keer verloren. Dus en play-off 2 dus alles. Alle play-off 2 matchen. Nee, gewoon van de laatste 5 matchen. Zo. Ja, dus dat zijn play-off 2 matchen. Ja.
Dat is eigenlijk echt wel erg, hè. Ja, ja, zelfs een play-off 2 zo slecht resultaat. En ook zeker met het probleem met de supporters en zo. Dan denk ik wel, de spelers misschien wel... Ja. Of het kan misschien net motiverend zijn. Ja, daarom. Ik denk gewoon 0-3. Ik heb Sonko gaat nog eens spelen. Het is Sonko gaat een keer scoren. Want die is nu blij omdat hij naar weggaan en dat hij Sonko gaat kunnen spelen. Sonko. Sonko gaat scoren. Ja, Gandelman. En Watanabe op een corner. Ja. En Heine van Haasbroek. Geen binnenkomen op het einde. Ik was ook van plan om 1-2 te zijn. Ik zat een andere goalscorer zijn. Dan krijg je de pinch als je wint, trouwens. Oeh. Ja. En als je goalscorer er eerst hebt, krijg je frieten. Ja. Ja. Huppa. Ik ga zeggen... Goh, nou, moeilijk. Het had altijd zo dadelijk in Gandelman zijn. Je moet niet nog zeggen. Dan mogen we ook hetzelfde zijn, hè, Anton. Nee, ik denk... Dat we een pintje delen. Voilà. Ja, voilà. Nee, ik ga zeggen... De Saar gaat scoren. En Nonneke Mitrovic. Het is ook niet hij heeft al een paar keer gescoord de laatste tijd. Dus. 3 keer zeker? Ik weet niet. En 2 keer zorgt voor elkaar, denk ik. Telkens op corner zeker. Ja. Ja. Ik zeg 1-4. Een paar nieuwe andere spelers gaan spelen. Dus Yokota gaat scoren. Sonko, gelijk dat hij zegt. Wanneer steeds Tissot Dali. En Kums. Ja. Afstandshot. Hoef gaat scoren, penalty. Ja. Dat is grappig. Iedereen hoef. Ja. Als het penalty is. Oké, okay, goed. Dan gaan we hier afronden, zeker. Gaat er iemand van jullie naar standaard niet? Ik niet, nee. Nee, sorry. Allee. Volgend jaar meer op aanwezig komen. Ja. Ja, ik doe volgend jaar nu mee met jullie. Oké, okay, top. Goed? Deal. Ja, deal. Dus ook een match uit en ik ga mee met jullie. Top. Brugge. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel leuk zijn. Ja. Maar regelen jullie dat dan? Want ja, dat is dan meestal bij mijn supportersclub gaat dat moeilijk gaan, maar ik denk wel bij jou. We kunnen dat wel regelen. En Echtveld is dat. Goed, ik neem contact op met mij en dan doen we dat samen. Nou weten, we gaan er een snippet van maken dat heel dichtbij de boeken in komt. Wat kunnen we nog wensen voor de komende maanden, jaren? Goh, ik moet me niet te veel wensen. Ik ben zo'n gelukkige mens op dit moment. Ik heb iets heel memorabel mogen meemaken en ik heb 2 gezonde kindjes. Dus dat alles zo mag blijven. Oh. En wens ons misschien gewoon zo wat mogelijk nog een titel toe. Ja, voilà. Of een prijs gewoon, om het makkelijker te maken. Ja. Ja. En veel geluk met uw familie, met uw kindjes, merci, sowieso. Super lief. Dankjewel, jongens. Salukus. Bye. Yo.